Goedemiddag iedereen en welkom op het webinar rond MAP 6 en de veranderingen voor 2021. Het bemesten binnen de wetgeving en het behalen van goede opbrengsten en kwaliteit is niet eenvoudig. En daarom willen we eigenlijk ook vanuit INAGRO de landbouwers hierin ondersteunen met eigenlijk het bedrijfsadvies bemesting. Hier gaan we de huidige bemesting in kaart gaan brengen. Ik denk, Dierkans, mag je een klikje geven. Dus hier gaan we de huidige bemesting in kaart brengen. Gaan we de grondanalyses gaan evalueren. Maken we uw wegwijs binnen SNAP om deze grondanalyses aan te vragen. Geven we bemestingsadvies per gewas met de nodige aandacht voor het MAP en de bodemvruchtbaarheid. Dit alles doen we via een bezoek ter plaatse, met nadien de nodige nazorg van op afstand. Aangiftes of het opmaken van bemestingsplannen doen we wel niet. Wens je hier aan deel te nemen of heb je nood aan bijkomende info, kan je zeker ons contacteren via de klantenservice desk van INAGRO of via mijn collega Brecht Kateel. De kostprijs voor deze dienst is €200 plus verplaatsingskosten. Voor de West-Vlaamse telers voorziet de provincie West-Vlaanderen een ondersteuning en kunnen we dit aanbieden voor een prijs van €150 zonder de verplaatsingskosten ook. Aangezien we met een grote groep zijn, zullen de vragen enkel via de chatfunctie kunnen gesteld worden. Hiervan gaan we dan eigenlijk een selectie gaan maken met de meest gestelde en de meest belangrijke vragen die we na ieder thema zullen aan bod brengen. De overige vragen zullen we nadien proberen via mail te beantwoorden. Vandaar dat het ook belangrijk is om uw naam en mailadres te vermelden. De opname van dit webinar en de presentatie zullen sowieso aan jullie bezorgd worden via een mail die jullie morgen of volgende week, begin volgende week, in de bus zullen krijgen. Dus hier zie je nog even hoe je die chatfunctie kan gebruiken. Ik zie dat er al een aantal deze gevonden hebben. Dus dan geef ik nu graag het woord aan Dirk de Norme van de VLM, die ons graag wegwijs wil maken in het MAP 6 in 2021. Dirk, aan u het woord. Oké, dus MAP 6. We gaan drie zaken toelichten deze namiddag. We gaan een beetje tijd inhalen nu om in de eerste slide wat sneller te gaan. Maar we gaan niet, het is ook op vraag van INAGRO dat we die drie onderwerpen brengen. Dus de gebiedsafbakening, kunstmestregister en de AGR-GPS voor burenregelingen. Eerst de gebiedsafbakening. En het is zo dat we dus die drie onderwerpen gaan bespreken. En dat we na elk onderwerp even tijd nemen om een aantal vragen te beantwoorden. Oké, de gebiedsafbakening 2021. Ik denk dat intussen de meesten onder jullie toch vertrouwd zijn sinds MAP 6. Dus in 2019 is Vlaanderen ingedeeld in vier gebiedstypes in functie van de waterkwaliteit. Groen wil zeggen dat de waterkwaliteit daar gehaald is in de doelstelling van Europa. Geel, daar is de afwijking niet zo groot. Dus daar zijn we hoopvol dat we daar ook vrij kort die waterkwaliteitsnormen gaan halen. Maar type 2 en 3, respectievelijk oranje en rood, zijn gebieden waar toch nog een inspanning moet gebeuren. Voor wie de kaart van de voorbije twee jaren kent, die zal zien dat die in West-Vlaanderen uitgebreid is wat geel en rood betreft. Ook een stuk in Oost-Vlaanderen en hier in het Zuidoost-Vlaanderen en ook naar het noorden rond Eeklo, Maaldegem is daar een gebied rood gekleurd intussen. Dus dat wil zeggen dat daar dus verscherpingen gelden. En we staan even stil bij die gebiedstypes, omdat dus door de uitbreiding grosso modo is groen dat goed is en geel dat bijna goed is, verminderd met 20.000 hectare in Vlaanderen en is geel en rood 20.000 hectare uitgebreid. Goed, dat is hier de kaart, maar voor ons als landbouwer is natuurlijk eerder de vraag, ja, waar ligt in mijn gronden. Ik toon nog even de kaart van daarnet. Ja, woont je daar midden in West-Vlaanderen? Ik zeg hier nu maar Langemarkt, Staden, Wingenen. Dan is het, Hoogleden. Dan is het niet zo moeilijk om te weten dat die percelen in rood liggen. Maar het is voor boeren die wat percelen rond liggen hebben of op de grensgebieden van die kleuren lig ik in 0, 1, 2 of 3. Voor de gronden van 21 kunnen wij u dat natuurlijk nog niet meegeven, want dat gaan wij als Mestbank maar weten nadat jullie de verzamelaar
aanvraag hebben ingevuld. Maar wilde het weten voor de gronden die je nu al in 20 hebt en dat datzelfde zou zijn voor 21, dan kun je wel zien op het mestbankloket in welk gebiedstype die gronden liggen. Als je naar het mestbankloket gaat, en we hopen dat meer en meer mensen van jullie dat zelf ook kunnen en ook doen. Velen laten zich wel begeleiden, dat is ook goed. Maar het is ook wel goed, denk ik, dat je daar toch zelf je weg in vindt. Ga er dus via je paspoort of de iets.me naar het mestbankloket. Dan kom je hier op het startscherm. Gaat je naar gronden. Bemestingsnormen en klikt op die bemestingsnormen, dan kom je op dit scherm. En dan kun je na de laatste berekening van de mestbank staat bovenaan, dus de berekening van de gronden 20 uiteraard, is gebeurd half december. Als je daarop klikt, dan kom je op het overzicht van uw percelen. Hopelijk voor velen onder u al gekend, met dus de diverse percelen. Hier is al iets van een tiental percelen met de oppervlakte, teeltcode enzovoort. Maar wanneer we het hebben over die gebiedstypes, is deze kolom hier van belang, namelijk de gebiedstypes stonden er al in voor de voorbije jaren, maar er staat nu al zichtbaar in welk gebiedstype de percelen liggen voor de afbakening, de nieuwe afbakening 21-22. Als je daarop kijkt, ja oké, voor dit bedrijf lagen alle percelen in type 3 en ze liggen nu er nog altijd in type 3. Maar dus, als je daar een keer naartoe gaat van je overzicht half december, kunt je dat al zien. Mensen die daar nog meer in thuis zijn, met bijvoorbeeld ook Geopunt, die zouden al kunnen zien een perceel die ze vorig jaar niet hadden, maar dit jaar wel zullen gebruiken, kunnen ze al nagaan in welk gebiedstype het ligt via Geopunt. Maar ik dacht dat de verzamelaanvraag ook gelanceerd is, of opengesteld is vanaf deze week. Dan kunt je eigenlijk, ja, van zodra je uw verzamelaanvraag invult, voor alle percelen ook zien in welk gebiedstype ze liggen. Ook dan op het mestbankloket, die de mestbank dan onmiddellijk zal berekenen na het invullen van de verzamelaanvraag. Goed, nu we weten waar onze percelen liggen, is de vraag welke zijn nu die maatregelen op die percelen voor dit en volgend jaar. Dus we gaan het vooral over die kaart hebben. Ik zal even goed spreken over type 0, 1, 2 of 3. Of soms wel een keer naar de kleuren verwijzen. Dus groen is type 0, kwaliteit bereikt. Geel type 1, oranje type 2 en rood type 3. Wat zijn nu die maatregelen? De volgende slides zijn ook wel gekenmerkt door een kleurcode in de bovenhoek, rechtsboven. De kleur geeft de gebiedstype weer waar de slide over gaat. Dus hier hebben we het, uiteraard staat ook in de titel. Wat voor type 0, de groene kleur, laat ons zeggen dat daar de algemene in de mestwetgeving uiteraard ook van toepassing is, maar daar is geen vanggewasplicht voor die percelen. Mensen die groenten staan hebben in die gebieden die groen gekleurd zijn, dus type 0 waterkwaliteit oké. Moeten daar ook bij, als ze groenten staan hebben of boomkweek, sierteet, aardappelen, moeten daar niet de verplichte stikstofstalen nemen die andere bedrijven wel of andere percelen wel nodig is. En doordat de waterkwaliteit goed is, zal de mestbank daar ook minder controlestalen van het nitraatrisico doen in die campagne oktober, november. Ja, dat is alles wat ik wil zeggen over type 0. Uiteraard gaan daar ook andere maatregelen als vervoersregeling enzovoort. Maar naar die vanggewasplicht en dergelijke is er in type 0 dus geen verplichting. Dan de andere drie gebieden, type 1, 2 en 3. Je ziet weer de kleur bovenaan. Daar geldt dus als basismaatregel een vanggewasplicht. Dat betekent van zodra we daar de teelt oogsten voor 1 september, dan zijn we verplicht om een vanggewas of een nateelt in te zaaien. Dat geldt niet op zware kleigronden. En anderzijds heb ik gezegd, de inzaai van vanggewassen of een nateelt, er is daar een verschil tussen. Vanggewassen inzaaien moeten we doen ten laatste 15 september en ook verplicht aanhouden tot een bepaalde datum die overeenstemt met ook voor de vergroening of het GRB-beleid, dus tot 30 november op de leemgronden, op de lichtere types tot eind januari. Kiest je in plaats van een vanggewas voor een nateelt, ik ga straks zeggen wat is het verschil tussen die twee, een nateelt, daar is geen datum van inzaai verplicht of geen verplichte timing tegen wanneer en dan ook niet echt een aanhouddatum. En wat is het verschil nu tussen vanggewas en nateelt? Wel, een vanggewas is in principe een groenbemester, laat ons zeggen, die gewoon als groenbemester wordt ingezaaid en die dan misschien ja, blijft staan, vervriest en in het voorjaar wordt ingeploegd. Een nateelt daarentegen is eerder nog een gewas, dat kan ook een groente zijn, die je na de oogst van de hoofdteelt toch nog in het najaar of vanaf augustus, september nog wel inzaaien.
En daar is dus geen datum verplicht dat dat moet tegen half september zijn. Een nateel is dan bijvoorbeeld een graan. Hè. Bijvoorbeeld granen na aardappelen, granen na granen. Dus dan is dat een nateel. Maar wilt je zelf zien, is dat nu een vangwas of een nateel, dan kun je dat opzoeken op de website van de VLM. Niet op het loket, maar op de website. Meer bepaald ook van de mesbank dan. Typ je in de zoekfunctie teelttabel in, dan krijg je eigenlijk een overzicht van de teelten. Je kunt dat ook wel vinden in de verzamelaanvraag, maar hier heb je toch een handig overzicht waar alle teelten in staan. Hier is er natuurlijk maar een uitknipsel nu ervan. Maar bovenaan ziet je dan ook of die teelten in aanmerking kunnen komen voor derogatie, of dat dat bouwland is, of het een vangwas is. En dat is wat ik hier wil zeggen. Als het een vangwas is, staat er ja. Als het geen vangwas is, nee. Dan spreek ik over nateelten. Hier bijvoorbeeld zie je dat de granen, als herfst en zomerherfst, winterherfst, dat dat geen vangwassen zijn. Dan zijn dat nateelten. Die kunnen ingevuld worden om de vangwasplicht in te vullen. Maar dan spreken we niet over een vangwas die ingezet is, maar een nateelt. En als ik dan naar mijn vorige slide terug ga, dan zie je dat nateelten hieronder vallen. En dat die in principe ook kunnen gelden als geldig ingezaaid gewas na de oogst van de hoofdteelt. Oké, dat was eigenlijk het belangrijkste voor type 1, 2 en 3 rond die vangwassen. En nu ga ik specifiek verder in voor de gronden die in type 2 en 3 liggen. En in zonderheid en voor de landbouwers die misschien voor de eerste keer door die nieuwe afbakening percelen liggen hebben in 2 en 3, is dat toch wel nieuw. En veel landbouwers kennen dat wel al, dat ze bepaalde verplichtingen hadden in die type 2 en 3. Meer bepaald zijn er in die type 2 en 3 naast die basismaatregelen van het vangewas nog 4 bijkomende maatregelen. En die ziet je hier. De eerste maatregel is de 1 januari 31 mei, ik kom daar straks op terug. Dan nog de tweede, de jaarlijkse daling van de bemestingsnormen. Dan de derde verscherpte maatregel is die fameuze 1 augustus regeling, waar we een erkend voerder moeten gebruiken om mest te voeren, in bepaalde situaties althans. En het vierde is het verplichte doelareaal voor vangewassen. We gaan dat allemaal nog toelichten wat we bedoelen met doelareaal. Maar dat zijn dus 4 maatregelen die bovenop de basismaatregelen komen van die vangewassen. Je ziet dat 1 van die maatregelen in het blauw is gekleurd, 3 staan in het rood. Dat is niet toevallig, want die 3 rode verscherpingen of maatregelen, daar kunnen we eigenlijk vanaf geraken. Daar kunnen we een vrijstelling voor hebben. Meer bepaald wanneer we een goede bedrijfsevaluatie hebben van nitraatresidu. Dus van staal genomen op bedrijfsniveau, op het einde van het jaar, en de resultaten zijn goed, dan zijn we van de eerste keer vrijgesteld van alle 3 die rode maatregelen. Dus dan zullen de bemestingsnormen niet dalen op mijn perceel. Ben ik niet verplicht vanaf 1 augustus voor die erkend mestvoerderregeling. En moet ik dus geen doelareaal van vangewassen inzaaien. Als ik een goed bedrijfsevaluatie heb van het nitraatresidu. En in principe weet iedereen dat nu, want een tiental dagen geleden hebben we die resultaten van de nitraatresidu-metingen van vorig jaar, oktober, november, kenbaar gemaakt op het loket. Dus iedereen kan daar zien, wat zijn de gevolgen, heb ik een goed of een slecht nitraatresidu en wat zijn eventueel de gevolgen. Een tweede mogelijkheid om eventueel vrij te geraken van die 3 rode verscherpte maatregelen, dat is door het toepassen van equivalente maatregelen. Ik kom daar straks uitgebreid op terug, maar dat wil eigenlijk zeggen, ja, ik doe iets anders, een andere maatregel, een andere techniek, die uiteraard goedgekeurd is volgens de wetgeving, en daarmee kan ik dan vrijgesteld worden van 1 of meerdere van die maatregelen, en al of niet geheel of gedeeltelijk. Dus in tegenstelling tot een bedrijfsevaluatie van het nitraatresidu dat goed is, die mij onmiddellijk vrijstaat van alle 3 die bijkomende verplichtingen, dienen equivalente maatregelen, of zijn equivalente maatregelen niet zo zeker dat ze voor alle 3 die verscherpte maatregelen vrijstelling geven. Soms maar voor 1, soms voor 2, en dan nog niet altijd voor de volledige maatregelen. Maar ik kom daar straks wel uitgebreid op terug. We gaan nu eerst die 4 verscherpte maatregelen nog een keer overlopen in type 2 en 3. En ziet altijd weer de kleurtjes. Het gaat alleen nu over de percelen in rood en oranje. De eerste maatregel was de 1 januari 31 mei maatregel. Dus voor de bemestingsrechten. In die zin, wie de bemestingsrechten wil hebben op zijn perceel, die moet aangifte doen van dat perceel in de verzamelaanvraag op 1 januari en ook op 31 mei.
Daartussen ligt nog de datum voor de premieaanvraag rond eind april. Dat mag in principe wel iemand anders zijn, maar om bemestingsrechten te hebben. En in principe worden die altijd gekoppeld aan degene die zeker ook de 1 januari aangifte doet. Maar in type 2 en 3 moet je ook de 31 mei maatregelen toepassen. Ik weet dat er al en vorig jaar ook vragen komen van ja, maar wat met seizoenpacht enzovoort. Ja, oké, laat toch zeggen dat geen percelen hier niet. Er kan nog seizoenspacht dat iemand de percelen aangeeft voor april, zeg maar iets, maart, april. Maar op 31 mei zal die ze weer moeten overstaan. Dus moet de verzamelaanvraag wel weer op naam komen van de 1 januari aangever. Anders worden in de balans van de mestbank daar geen bemestingsrechten aan gekoppeld. Oké, tweede maatregel was dus de daling van de bemestingsnormen voor werkzame stikstof. Dus in die percelen 2 en 3. Meer bepaald staat er in de wetgeving, de waterkwaliteit is daar niet goed in die gebieden, dus mogen we daar minder gaan bemesten in stikstof. En hoe ziet die daling daaruit voor 21? Wel, het is dus zo dat de bemestingsnormen eigenlijk binnen map 6, elk jaar wel wat daalden. In type 2 of type 3 wel verschillend. We zijn nu 2021, dus in type 2 in die percelen is de bemestingsnorm van werkzame stikstof met 5% gedaald. In type 3 zelfs met 15%. Dus waar we 201 niet de werkzame stikstof mogen toepassen, is dat voor een bepaald perceel in type 2 dit jaar nog 190 en in type 3 nog 170. We kunnen dat zien, of we zullen dat zien voor de percelen in 21 op de mestbankprognose van zodra we de verzamelaanvraag hebben ingevuld. Dus als we de verzamelaanvraag 21 invullen, dan kunnen we zien per perceel wat de bemestingsnorm is. Ik geef nog mee dat het hier gaat over een verscherping van de stikstofnorm, maar op niveau van de werkzame stikstof. We vullen onze stikstof in, enerzijds met dierlijke mest en eventueel nog wat bijkomend kunstmest. Wel, als landbouwer in type 2 en 3 mogen we minder bemesten, maar we mogen wel kiezen met welke soort mest we minder bemesten. Gaan we wat remmen op de dierlijke mest? Of gaan we dat met kunstmest doen? Ik kan me voorstellen wie veel dierlijke mest heeft aan zichzelf, aan zijn eigen bedrijf, gaan misschien de dierlijke mest maximaal willen invullen, maar zal dus wel moeten minderen dan in kunstmest. Een echte akkerbouwer zonder dierlijke mest, ja, die gaan misschien dan eerder kiezen om te remmen op dierlijke mest in zijn aanvoer en kiezen voor de fractioneerde kunstmest. Dat is natuurlijk elk voor zijn eigen bedrijf die dat moet uitmaken. Maar het is op niveau van de werkzame stikstof. Een derde maatregel was dan die fameuze 1 augustusregeling voor de erkende mestvoeders, of het gebruik van erkend mestvoeders. Ik ga dat hier even verder toelichten. Dus sinds MAP 6 is het zo dat de mestbank de eind- of de najaarsbemesting toch wel beter wil, of ja, zeg maar ook moet opvolgen uitgaande van de wetgeving. Vandaar staat er in telkens vanaf 1 augustus moet elk vervoer van vloeibare dierlijke mest naar akkers die gelegen zijn in die type 2 en 3, moet dat met een erkend mestvoerder gebeuren. Dus ook eigen mest, eigen grond, moet je dan een erkend mestvoerder inschakelen om, en dat staat hier, vloeibare mest naar akkers te brengen in de types 2 en 3. Als je dat allemaal goed leest, vloeibare dierlijke mest, dus is het niet verplicht voor stalmest. Anderzijds staat er ook naar akkers gelegen in die 2 en 3 type. Dat betekent dat het niet verplicht is als die mest gaat naar grasland of andere blijvende teelten in die percelen 2 en 3. Maar voor de rest, vloeibare mest, ook effluent van de mestverwerking, is vloeibare dierlijke mest en andere mengmest die naar akkers gaat in type 2 en 3, moet vanaf 1 augustus verplicht met een erkend mestvoerder. Ook eigen mest, eigen grond. En ik zou hier dus ook kunnen meegeven, dat kan betekenen dat misschien een aantal buurreling niet meer kunnen. Bijvoorbeeld, je wil na 1 augustus nog een buurreling doen met je gebuur, zou in principe kunnen. Maar als die boer, uw buurman, het gaat gewijl vloeibare dierlijke mest voor naar de gronden van uw buurman, naar akkers die gelegen zijn in type 2 en 3, dan gaat het dan niet meer kunnen met een buurregeling in de periode vanaf 1 augustus tot de winterstop, die dan september of oktober is, in functie van het soort mest. Dus ik hoop dat dat duidelijk is. Dat is hier wel een speciale regeling die enkel elk jaar ingaat vanaf 1 augustus. En de voorwaarden staan hier op het scherm. En zo komen we aan de vierde bijkomende maatregel in die types 2 en 3 ronden. Dat is dat verplichte doelareaal. Daar ga ik wel even bij stilstaan. Zeker voor mensen die voor het eerst percelen hebben in 2 en 3, is dat toch wel nieuw. Want wat bedoelen we met het doelareaal? Wel,
Wat is het doelareaal? Dat is dus een minimum aantal hectare vanggewassen of nateelten die we moeten inzaaien na de oogst van de hoofdteelt. Dus ik heb daar al gesproken over de basismaatregel vanggewassen of nateelten. Dat was voor alle gronden in type 1, 2 en 3. Wanneer de oogst van de hoofdteelt gebeurt voor 1 september, dan moeten we daar iets inzaaien. Omdat we de grond niet bloed of braak de winter willen laten ingaan. Maar in type 2 en 3 gaat dat eigenlijk verder, want je moet... Ja, los van de oogst van uw bedrijf, van uw hoofdteelten zal ik bijna zeggen, moet je een minimum aantal vanggewassen in oppervlakte staan hebben in het najaar. Zo is het eigenlijk, omdat, ja, ik ga dat nu toelichten hoe dat we daaraan komen, uiteraard via de wetgeving, maar ik moet een minimum aantal hectare doen en dat is per bedrijf uiteraard verschillend. Hoe berekenen we dat doelareaal? Ik ga hier gewoon de formule opzetten en we gaan dat wat verder toelichten. Wel, we bekijken naar de oppervlakte bouwland of het aantal percelen dus in type 2, maal een referentiepercentage, ik ga straks zeggen wat dat is, en dat referentiepercentage wordt nog verhoogd, dit jaar met 5%. Plus de oppervlakte die ik heb in de type 3's, de percelen in type 3 en de rode kleuren, ook maal het referentiepercentage verhoogd in type 3 met 15%. Als we dat allemaal kunnen invullen, dan kennen we het doelareaal, zijnde dus de oppervlakte aan vanggewassen die ik moet inzaaien in het najaar. Ik ga nu nog verder toelichten, wat is dat referentiepercentage en waarom komt daar 5 of 15% bij? Wel, het referentiepercentage, daar is eigenlijk een, moet ik dat in tweeën splitsen, namelijk, er zijn al landbouwers die een referentiepercentage hebben en er zijn landbouwers die geen referentiepercentage hebben. Ten eerste, welke landbouwers hebben wel al een referentiepercentage? Die landbouwers die de voorbije jaren ook al gronden hadden in type 2 en 3. Die hebben een vast referentiepercentage en die kunnen dat vinden op het mestbankloket. Dus je logt opnieuw in met je paspoort of iets mee of de code. En je komt dan weer op het overzichtsscherm. En om dat referentiepercentage te kennen en straks ook het doelareaal, moet je naar gronden gaan en meer bepaald vanggewassen. Klikt u dus op vanggewassen, dan komt u op dat scherm. Dus hier bovenaan zetten we in het juiste tabblad, zoals we dat noemen, vanggewassen. Hier dan ook vanggewassen. En dan kunt u, ja, dat is een klein beetje misschien wat ingewikkeld in die zin. De Mestbank heeft voor het eerst een referentiepercentage aan vanggewassen toegekend. Zie je hier onderaan in juni, vlak nadat MAP 6 goedgekeurd was. Maar er is dan een correctie op gebeurd. Dus de politiek, zal ik maar zeggen, heeft daar dan een stuk versoepeling toegestaan. Ook een beetje op vraag van de sector. En er is een nieuw referentiepercentage berekend voor alle boeren die al één hebben. Niet voor alle boeren. Ik ga mij dus verbeteren, de meeste toch wel, die al gronden hadden in 2 en 3, hebben wij in januari vorig jaar een correctie-referentiepercentage bereikt. Wilt je weten wat uw referentiepercentage is, want dat referentiepercentage blijft vast voor Hansmap 6, dan moet je dus teruggaan naar waar ik hier op het scherm sta en meer bepaald naar die periode of naar die berekening van januari vorig jaar. Klikt je daarop, dan kom je op dat scherm. Je ziet, dan gaat dat hier over het referentiepercentage. Hier staat uitgelegd hoe we dat berekend hebben. Ik ga daar nu niet in detail, vraagt te veel tijd. Maar dat is dus gebaseerd op de vanggewassen die ik als boer al staan had in 16, 17 en 18. En dan rekening houdend met het bouwland, niet grasland, daar dan niet mee om de berekening te doen enzovoort. En ik kom dan uiteindelijk na de berekening dus aan een gemiddeld referentiepercentage hier van 57%. Dat kwam dus omdat ik de voorbije jaren inderdaad altijd al veel vanggewassen had ingezaaid. En zo komt dat sommige boeren zeggen, ik voel mij gestraft. Ik zaaide vroeger veel vanggewassen in en nu zit ik met een hoog percentage. Ja, ik zou zeggen, dat is inderdaad een stuk een gevolg daarvan. Dat mensen die al altijd veel vanggewassen hebben ingezaaid, nu met een hoog percentage zitten. Anderzijds zegt men, ja, als je dat altijd al deed, dan is dat misschien ook een gewoonte op je bedrijfsvoering. En is dat misschien dan ook niet zo moeilijk, laat het mij toe om het zo te zeggen, om die percentage van het verleden wat vast te houden. Maar goed, het geeft toch wel een, het is toch wel een gevolg van de vanggewasinzaai van in het verleden. Dus dit bedrijf heeft inderdaad 57% referentiepercentage. Maar sommige landbouwers hebben nog geen referentiepercentage. Als die landbouwers ook weer naar het loket gaan en naar het scherm dat ik daarnet getoond heb, dan gaan die uiteraard geen percentage zien, maar dan staat daar onbepaald. Dat is omdat die mensen geen gronden hadden
of geen akkers in type 2 en 3 en dus ook niet in die referentiejaren 16, 17 en 18. Dus die hebben nog geen referentiepercentage. Wie zijn dat? Wel, zoals gezegd daarnet, bedrijven die de voorbije jaren geen bouwland hadden in type 2 en 3 en starters. Bedrijven die gestart zijn sinds MAP 6. Het is zo dat voor landbouwers die nog geen referentiepercentage hebben, die dus voor het eerst nu perceel hebben in die nieuwe type 2 en 3, dan zal de mestbank het referentiepercentage jaarlijks berekenen en op basis van een afstroomzonepercentage. Ook wel moeilijk om dat hier nu te vermelden, maar dus de kleuren van die gebieden rood, oranje, ook groen en geel, die zijn onder andere dus bepaald door de waterkwaliteit, maar men heeft dus dat ook ingekleurd per afstroomzone. Dus een bepaalde watering, waterloop, watert af naar een bepaalde grotere waterloop enzovoort. Dus Vlaanderen is ingedeeld in een 250-tal afstroomzones en die hebben elk ook hun eigen referentiepercentage. Wel, voor landbouwers die nog geen eigen vast referentiepercentage hebben, zal men het referentiepercentage van de afstroomzone waarin de percelen liggen gebruiken om het referentiepercentage van het bedrijf dan van de landbouwer te bepalen. En zoals gezegd, de referentiepercentage van de afstroomzones zijn al bepaald. En ik geef ook mee dat die vastliggen voor de rest van MAP 6. Dus die veranderen niet. Maar worden gebruikt voor wie nog geen referentiepercentage heeft. Dus de sluit of samenvatting rond dat referentiepercentage. Een landbouwer die al een vast referentiepercentage heeft, behoudt dat referentiepercentage gedurende hans MAP 6. Een landbouwer zonder vast referentiepercentage, dan zal de mestbank jaarlijks een referentiepercentage berekenen in functie van de percelen die dan op dat moment in type 2 of 3 liggen en op basis van het referentiepercentage van die afstroomzone waarin die percelen dan gelegen zijn. En voor alle boeren is de referentiepercentage minstens 20% en maximaal 80%. Oké. Ik heb nu gezegd wat het referentiepercentage is, maar wie zich herinnert daar, stond er in de formule ook referentiepercentage plus 5% of plus 15%. En dat komt hier uit deze tabel, want, staat er in de mestwetgeving, in die gebieden oranje en rood is de waterkwaliteit niet goed. Onder andere kunnen we dat wel verbeteren door voldoende en veel vanggewassen in te zaaien. En we gaan dat eigenlijk nog verstrengen door de oppervlakte aan vanggewassen elk jaar een stuk verplicht te laten groeien. Met name in de gebieden in type 2 komt bij het referentiepercentage die we al hebben als boer of die de mestbank straks gaat berekenen, moeten we 5% bijtellen en de rode gebieden type 3 15% bijtellen. Wat telkens blijft, het maximum wel op 80%. Dus iemand die al hoog zat, bijvoorbeeld al op 70, plus 15 zou 85 zijn, dat wordt wel afgerond opnieuw of afgeblokt op 80. Dus ik ga een beetje snel, ik weet het, maar we moeten de tijd in het oog houden. Maar als we dus nu de referentiepercentages kennen, het zij het vaste of het berekende voor nieuwe landbouwers of nieuwe percelen. En we kennen ook, als we de verzamelaanvraag zouden kennen in 21, dan weten we de oppervlakte van het aantal percelen die in type 2 of type 3 liggen. Dan kunnen we het doelareaal berekenen met die formule die ik daar eerder al op het scherm had gezet. Dus mijn oppervlakte in type 2 maal het referentiepercentage verhoogd met 5% in type 2 plus de percelen in type 3 maal het referentiepercentage verhoogd met 15%. Wat betreft 21, dus concreet dan, wat is mijn doelareaal voor 21? Ja, ik kan dat dus nu niet zeggen omdat ik uw percelen niet ken. Dat gaan we pas weten na de verzamelaanvraag. En na de verzamelaanvraag, eigenlijk s'avonds al of sanderendags, na het invullen van de verzamelaanvraag, komt uw doelareaal 21 op het mestbankloket onder de rubriek gronden. En dan klikken naar bemestingsprognoses. En dan noemen we dat voorlopig doelareaal, want een verzamelaanvraag vult je misschien straks in. Oké, dan komt er een berekening van uw doelareaal. Maar we noemen dat voorlopig, want het zou nog kunnen dat uw verzamelaanvraag misschien nog een keer wat wijzigt. Er komt misschien nog een perceel bij dat je pas wat later nog aan kunt vullen. Maar dus ik kan voor 21 uiteraard niks zeggen, maar ik kan wel een keer tonen, als je straks uw verzamelaanvraag invult, hoe dat ik dat voor 21 dan mijn doelareaal kan vinden. Ik zal dat tonen op basis van het voorbije jaar.
Stel, hebt u verzamelaanvraag ingevuld. Hè? We gaan hier nu het voorbeeld tonen van 20. Stel, ik heb dus mijn verzamelaanvraag ingevuld. Zoals gezegd, ga ik dan naar gronden en naar de rubriek bemestingsprognose. Ieder jaar geven wij een prognose op basis van uw verzamelaanvraag. Duwt op prognose, dan komt u op dit scherm terecht, hè? Bemestingsprognose. In principe moet je dan het bovenste aanklikken. Omdat dat de laatste berekening is, of die gebeurd is, of de eerste na het invullen van uw verzamelaanvraag. Uiteraard, ik zet hier in een voorbeeld van vorig jaar, dus is dat nu niet het laatste, want de Mesbank heeft intussen nog berekeningen bijgedaan. Voor dit bedrijf hier was de eerste berekening na het invullen van de verzamelaanvraag dit jaar, namelijk 6 april 20. Het is gewoon als voorbeeld, maar klik je dan op je prognose na het invullen van die verzamelaanvraag, dan kom je op dit scherm en dan zal er staan berekening van je voorlopig doelareaal 2021 uiteraard. Nog een keer, dat is hier een voorbeeld van vorig jaar. Ja, hier staat gewoon de berekening op. Hoe komen we aan je voorlopig doelareaal? Heel snel. We hebben hier een bedrijf dat zijn referentiepercentage 42% was en voor het voorbije jaar. Het bedrijf had al percelen in 2 en 3. Er komt daar iets bij in type 2, 5%. Ook in 21 is dat 5%. In type 3 kwam vorig jaar 10% bij. Dat zal nu 15 worden. Dus als we die 42 plus 5 voor type 2 en 42 plus 10 of nu 15 voor type 3, dan zie je hier de nieuwe percentage staan. Dan kijken we hier hoeveel bouwland dat we hebben in type 2 en in type 3. En zo kunnen we dan, dan de verder berekening. En dan staat hier uw voorlopig doelareaal voor vanggewassen 2020 is 10 hectare en een half. Ik herhaal, dan zal dat staan 2021. Zo weten we als bedrijf hoeveel vanggewassen we op het eind van het jaar moeten gaan inzaaien. Oké, stel dat we dat dan kennen en ik vul mijn verzamelaanvraag in en ik ken dan mijn doelareaal of voorlopig doelareaal, dan is uiteraard de vraag, ja, hoe kan ik dat nu eigenlijk invullen? Goed, we hebben drie mogelijkheden. Uiteraard, dat kan via zelf vangewassen of nadelen inzijn op mijn percelen. Ik kan ook vangewasovereenkomsten afsluiten met een ander landbouw. Of ik kan gebruik maken van equivalente maatregelen. Dat zijn drie mogelijkheden. We gaan die straks overlopen. Staat hier ook nog bij, ik herhaal, wie dus een vrijstelling heeft op basis van nitraatresidu. Ja, die is vrijgesteld voor drie maatregelen die ik heb opgesomd. Dat zijn dan die daling van de bemestingsnormen die niet van toepassing is. Ik moet die erkend voerder niet per se inschakelen vanaf 1 augustus en ik moet geen vangewassen inzaaien. Als ik geen vangewassen moet inzaaien, ja, dan moet ik hier die drie ook niet voldoen. Moet ze niet zelf zijn, moet ik geen overeenkomst maken of moet ik geen equivalente maatregelen gebruiken. Dat is dus wie een vrijstelling heeft op basis van het nitraatresidu. En ik herhaal, dus je kunt dat zien op je mestbankloket onder status van bedrijf. Maar ik ga daar nu niet naar die status gaan. Ik wil hier nu gewoon die drie rubrieken of die drie mogelijkheden om nadeelten of om te voldoen aan het doelareaal. Hebben we drie mogelijkheden. Ik ga die een keer overlopen. Dus één is zelf vanggewassen inzaaien. En dan is de vraag wat telt mee als vanggewas. Ik ga daar ook een beetje snel over. Ik heb begrepen van Inagro, van de mensen van Inagro, dat de slides wel ter beschikking zullen komen. Dus dan kunt je dat achteraf nog een keer bekijken. Wat telt nu mee als ik zelf wil vanggewassen of nateelten inzaaien? Wat telt er dan mee om te voldoen aan het doelareaal? Wel, tijdelijk grasland. Dus het is al duidelijk, grasland op zich, weides tellen niet mee, maar tellen we ook niet mee bij de berekening van het doelareaal. Bij de berekening van het doelareaal zijn het alleen de akkers die we vermenigvuldigen, maar het referentiepercentage. Weilanden mogen daar al uithalen, we moeten daar geen vangewassen zijn op weilanden. Dus we halen die eruit en het doelareaal wordt berekend op akkerlandpercelen. Maar zet je op een akker tijdelijk gras, dan telt dat dan mee als vanggewas. Tenminste, als het dan als hoofdteelt is van het jaar dat tijdelijk gras. En dat het ook blijft staan in september, oktober. Je moet dan ook niet omploegen in augustus. Het telt maar mee als het in de winter daar ook staat. Anderzijds, perceel waar we ten laatste op 15 september een vanggewas kunnen inzaaien. En dan aanhouden, komt ver de aanhoudperiode. Dus in de leemgronden tot eind november, in de lichte ronden eind januari. Op maïs- en aardappelpercelen heb ik tijd tot 15 oktober om een vanggewas in te zaaien. Doe ik dat, dan telt dat mee. Ben ik na 15 oktober. En van het jaar, vorige jaar bleek dat niet altijd even gemakkelijk door de natte oogstomstandigheden. Maar dus kan ik pas inzaaien na half oktober, dan ben ik te laat en telt dat niet meer mee als vanggewas. Maïs met onderzaaigras telt ook mee, dus dat gras staat er dan. De maïs gaat af, het gras staat er al. Dat telt mee als, om te voldoen aan het doelareaal.
En dan nog een laatste mogelijkheid. Als je dat zo leest, is dat vrij moeilijk te begrijpen, zou ik zeggen. Want er staat, niet nitraatgevoelige hoofdteelten die gevolgd worden door een laag risico nateelt, tellen ook mee. Goed. Wat is een niet-nitraatgevoelige hoofdteelt? Ik ga straks naar die tabel gaan. Ik kan nu al meegeven, dat zijn bijvoorbeeld de granen of suikerbieten. Maar dat zijn zeker niet de maïs en de aardappelen. Maïs en aardappelen zijn nitraatgevoelig. En met nitraatgevoelig willen we zeggen dat ze na de oogst toch wel vrij veel stikstof achterlaten in de bodem. Met ook kans dus op een hoog nitraatresidu. Dus aardappelen en maïs zijn nitraatgevoelig. Andere teelten of veel andere teelten zijn niet nitraatgevoelig. Als je die laat volgen door een laag risico nateelt, dan telt dat mee als vanggewas of om te voldoen aan het doelareaal. En laag risico nateelten, dat zijn, laten we zeggen, alle teelten uitgezonderd de groenten. Want groenten noemen we wel hoog risico nateelten. Oké. Maar om te voldoen moet je dat uiteraard allemaal inzaaien, maar moet je dat dan ook aangeven op je verzamelaanvraag tegen de laatste 31 oktober. En we zien toch dat er te veel mensen dat eigenlijk vergeten of er niet aan denken of zelfs verkeerd invullen. Want tegen 31 oktober moet je uiteraard dan invullen welke type gewasdag inzaait, de code van de teelt en code groenbemester enzovoort. Of het is een nateelt als graan, maar dan moet je ook de code daarbij zetten. Tegen 31 oktober op de verzamelaanvraag. De code VGV, VGM of VGL, dat staat voor vanggewas vroeg, vanggewas midden of vanggewas laat. En vanggewas vroeg wil zeggen voor 15 september, dus na bijvoorbeeld vroege aardappelen of wintergerst, graan. Ja. VGM is vanggewas midden, dat wil eigenlijk zeggen tussen 15 september en 15 oktober. Dus dat is vanggewas dan meestal ingezaaid na aardappelen en maïs. En dan VGL wil eigenlijk zeggen laat, zelfs na half oktober. In feite komt het dan te laat. Tenzij het natuurlijk gaat over die niet-nitraatgevoelige hoofdteelten, gevolgd door laag risico nateelten. Bijvoorbeeld granen naar granen tellen ook mee hier. Oké, toch nog een keer duiden. Als we als landbouwer zelf willen zoeken wanneer is een teelt nitraatgevoelig of niet-nitraatgevoelig en wat is nu een vanggewas of niet. Dus ik ga terug als voorbeeld naar diezelfde tabel die we op de website kunnen vinden. Teelt. Tabel invullen in de zoekfunctie. En dan kunt je hier in die kolommen, wie een beetje thuis is met Excel, kunt je dus op die kolommen ook selecteren en kunt je rap zien wat telt er nu als vanggewas. Of wat is er een groente meerjarig geteeld enzovoort. Oké, een tweede mogelijkheid om te voldoen aan mijn doelareaal is naast zelf vanggewassen inzaaien, een overeenkomst maken voor een vanggewas met een andere landbouwer. Ook hier staat het scherm straks vol, dus toch wel een aantal voorwaarden. Ik ga daar heel snel over, maar opnieuw, je gaat die achteraf dan nog wel een keer kunnen lezen. En als je daar vragen over hebt, kun je altijd ook de mesbank een keer bevragen. Zeggen, ik wil een vanggewasovereenkomst afsluiten. Hoe moet ik dat doen en kan ik dat doen en wat zijn daar de voorwaarden? Ze staan hier ergens wel kort vermeld, uiteraard. Je moet met twee landbouwers zijn om een overeenkomst te kunnen opmaken en beiden dan minstens percelen hebben in het betreffende gebiedstype. En we kunnen slechts één overeenkomst maken per gebiedstype. Ik kan niet zo goed uitleggen waarom dat eigenlijk die beperking daarin staat, maar het is wel zo. Dus dat wil eigenlijk zeggen, als ik percelen heb in type 2 en type 3, dan kan ik met één landbouwer een overeenkomst maken voor een type 2 iets in te zaaien en kan ik met een andere landbouwer iets overeenkomst maken voor type 3. Dus één overeenkomst per gebiedstype. Maar ik kan geen overeenkomst maken met 10 landbouwers. Bijvoorbeeld, stel dat ik een akkerbouw ben met veel gronden en ik zou veel vanggewassen kunnen inzaaien. Ik wil daarmee veel boeren helpen. Ja, in principe kan ik maar met één landbouwer voor mijn type 2 percelen een overeenkomst maken, maar niet met 10 boeren. Dat staat hierop. En als we al een overeenkomst maken, dan moeten we die aanvragen en bevestigen op het mestbankloket tegen 30 juni. Dat zijn de voorwaarden voor beide landbouwers en dan zijn er nog voorwaarden voor de aanbiedende landbouwer. Dus als ik grond op overschot heb en ik zou wel een keer kunnen vanggewassen inzaaien voor iemand anders, dan mag ik ook geen aftopping hebben van mijn eigen doelareaal. Dus als ik zelf al moet 80% vanggewassen inzaaien, dan kan ik geen vanggewasovereenkomst niet meer afsluiten met anderen. Ik moet in de voorbije jaren voldaan hebben aan mijn eigen vanggewasplicht. En dan zijn er nog een paar voorwaarden voor dit jaar en zelfs nog van vorig jaar. Ik mag niet genieten van de vrijstelling, ik mag geen focusbedrijf zijn. En als we vanggewasovereenkomsten afsluiten, mogen we ook niet terzelfde tijd equivalente maatregelen toepassen. Allemaal een beetje veel en moeilijk, ik begrijp het. We gaan straks uitleggen wat equivalente maatregelen zijn. Maar dan de begunstigde landbouwer, dus
ik ben dan misschien degene die op zoek ben naar wie wil voor mij vangewassen inzaaien. Wel, dan moet ik, maar ik kan alleen maar zelf vangewassen overeenkomsten afsluiten als ik geen vrijstelling heb, ook geen focusbedrijf ben en geen equivalente maatregelen toepas in 21. Voor de aanbiedende landbouwer zijn die drie voorwaarden van toepassing in 21, maar moest dat ook al zo zijn in 20? Oké. En zoals gezegd, vangewassen overeenkomsten aanvragen tegen 30 juni. Oké, en dan kom ik aan een derde mogelijkheid om vangewassen in te zaaien. Dat is een equivalente maatregel, of de equivalente maatregelen, die zijn goedgekeurd voor 2021. Er zijn er vier, heel kort. Ze zijn pas goedgekeurd eind januari door de Vlaamse regering, dus er waren nog geen. Voor wie daar wel een beetje in thuis is, waren er vorig jaar twee equivalente maatregelen, namelijk wintergranen die later werden ingezaaid na bijvoorbeeld maïs en aardappelen. En een ander was de KNS voor de groenten, dus een soort groentenbemestingssysteem. Maar ik moet zeggen, die KNS had eigenlijk geen bijval, slechts een paar boeren deden daaraan mee. En dat is voor dit jaar niet meer opgenomen in de equivalente maatregelen. De wintergranen wel, maar in tegenstelling tot voorbije jaar hebben we nu vier equivalente maatregelen die kunnen. Oké, ik ga ze straks overlopen. Er zijn vrij veel voorwaarden aan gekoppeld. Excuseer mij, ik kan daar ook niet veel aan doen. Maar je moet het zo zien, equivalente maatregelen zijn een mogelijkheid om dan niet of minder vangewassen te moeten inzaaien. Dus zegt men, ja, meestal zijn equivalente maatregelen misschien ook niet zo heel goed, of niet even waardig aan een vangewas, of net wel. Maar juist daarom hangen er aan die equivalente maatregelen toch wel een aantal voorwaarden. Ik ga ze hier opsommen. Het is natuurlijk aan elk bedrijf om dan zelf achteraf dan een keer te laten bezinken en uit te maken. Ja, heb ik dat nodig of kan ik toch beter zelf vangewassen gewoon inzaaien? Of pas ik die equivalente maatregelen toe en passen die wel in mijn bedrijf, in mijn bedrijfsvoering? Een eerste equivalente maatregel is dat we niet nitraatgevoelige hoofdteelten inzaaien. Dus dat zijn dan de granen, de grassen, de bieten ook. Dat zijn niet nitraatgevoelige teelten, maar dat zijn dus zeker niet maïs en aardappelen of groenten, of een stukje wel. Maar dus de niet nitraatgevoelige teelten, die moeten wel 80% uitmaken van mijn bouwland. En dat in al mijn gebiedstypes. Dus percelen die ik ook zo, uiteraard in de percelen 2 en 3, maar als ik ook percelen 0 en 1 heb, dan kijk ik naar al mijn akkerlanden of bouwlanden in die vier types samen. En daarvan moet 80% ingevuld worden met die niet-nitraatgevoelige teelten. Ik geef een voorbeeld. Stel, ja, ik heb 70 hectare, waarvan 20 hectare gras en 50 hectare akker. Ik mag die 20 hectare moeten er eerst af, 70 min 20 grasland, want het gaat over niet nitraatgevoelig teelt nog bouwland. Ja, we gaan op de graslanden geen granen of bieten verbouwen, dus het grasland telt dan, tellen we eraf. 70 min 20 is 50 bouwland, 50 hectare, daarvan moet 80% met niet nitraatgevoelige teelten. Dus 50 x 80% is 40 hectare, zullen met granen moeten of voederbieten of vlas, ik zeg maar iets. Dus laag nitraatgevoelige teelten. Ik heb dan nog 10 hectare over, 50 min die 40. Op die 10 kan ik dan wel eventueel aardappelen of maïs verbouwen of groenten. Maar 80% moet niet nitraatgevoelig zijn. Zelf vraag ik mij een beetje af hier, zeker in West-Vlaanderen en Midden-West-Vlaanderen, waar toch heel veel groenten, aardappelen, maïs staat. Ik twijfel een beetje of hoeveel bedrijven aan 80% zullen kunnen voldoen, althans in onze streek. In andere streken van Vlaanderen zal dat misschien wel meer kunnen, in meer de akkerland of de graanstreken, suikerbietstreken. Oké, dus 80%, maar daarboven moet ik wel drie verschillende nitraatgevoelige teelten hebben. Dus niet allemaal alleen maar vlas. Elk minstens drie teelten en minstens 5% van de oppervlakte. Kies ik voor dit hier, dan moet ik één nitraatresidubepaling laten doen op eigen kosten op het einde van het jaar. En als ik kies voor dit systeem, oké, maar ik kan dat niet doen als ik omdat ik veel van die laag nitraatgevoelige teelten heb, doe ik misschien ook aan beheerovereenkomsten waterkwaliteit. Dat kan ik niet combineren, want ik krijg daar al centen voor enzovoort. Dan zegt men, ja, dat kan niet de reden zijn om dan equivalente maatregelen toe te passen. En als ik dat hier doe, kan ik ook geen andere equivalente maatregel toepassen. Oké, dat was de eerste equivalente maatregel, dus totaal nieuw. En die slaat op het ganse areaal van het bedrijfsniveau. Gronden 2 en 3 alleszins, maar ook de gronden op 0 en 1.
Oké. Okay. Tweede maatregel is die vorig jaar ook was goedgekeurd, namelijk wintergraan na nitraatgevoelige teelt. Herinner u van een paar slides terug, wintergranen na niet nitraatgevoelige teelt tellen sowieso mee. En granen na suikerbieten enzovoort, dat telt al mee in de vangwasplicht, dat is zo. Maar zeker ook in onze streken hier, willen we ook nog wel granen zaaien na maïs en aardappelen. Maar maïs en aardappelen of groenten, dat zijn nitraatgevoelige teelten, dat telt niet mee. Maar men heeft gezegd, als equivalente maatregel telt het wel mee. Dus een nitraatgevoelige teelt als hoofdteelt, dat is aardappelen, maïs of granen. Het is oké als ik daarna wintergranen inzaai en dan moeten die daar staan ter laatste op 15 november. En ik moet die wel dan aanhouden als hoofddeelt. Dus het is niet om wintergraan in te zijn en dan in december of januari weer in te ploegen. Het wintergraan moet in laatste half november zijn ingezaaid en wel degelijk de hoofddeelt worden van het jaar erop. Voor wie het al gevolgd had vorig jaar, stond er in diezelfde, dus het was vorig jaar ook goedgekeurd, maar het was nog strenger vorig jaar, want er stond, als je wintergraan wil inzaaien, na bijvoorbeeld maïs, aardappelen of groenten, dan mag daar niet eerst nog een keer een tweede vruchtgroenten tussen gestaan hebben. Je zou dus kunnen zeggen, ik zaai nog net rap een groente in, op hier, of een tweede teelt, en dan gaat mijn winter, dus groenten, nog een keer gevolgd door groenten, en dan wintergraan, daar moet, dat kon verleden jaar niet. Maar dit jaar dus wel, men spreekt daar niet meer over. Gewoon na de maïs, aardappelen, groenten, wintergraan te laatste 15 november, zal meegaan als equivalente maatregel. Tenminste, als we dat graan dan aanhouden als hoofdteelt volgend jaar. Een derde equivalente maatregel, ik zou durven zeggen op het eerste zicht, en ik herhaal een beetje op het eerste zicht, is dat misschien wel iets voor Midden-West-Vlaanderen of West-Vlaanderen, waar veel groenten staan. Want groenteboeren moeten, als je een type 2 of 3 ligt, moet ook vanggewas inzaaien. Maar als groenteboer is het soms wel wat moeilijker, die groenten staan daar nog, kan ik niet altijd, ik ben geen graanboer. Dus dan moest ik misschien toch kijken voor vanggewasovereenkomsten of wat zoeken op welke percelen ik toch aan mijn oppervlakte vanggewas zou komen. Men heeft hier een equivalente maatregel toegepast of goedgekeurd die zegt wanneer je vanggewassen inzaait op je onbeteelde stroken, dan kan dat ook meetellen. Maar ik zeg op het eerste zicht, lijkt dat veelbelovend, maar we gaan zelf moeten uitmaken of dat klopt, want je ziet dat mijn scherm wel vol staat met voorwaarden. Daar moeten we eerlijk in zijn. Het gaat dus om percelen groenten van type 1 en 2, dus de bloemkolen enzovoort, of ook sierteelt en boomkwekerij. Als daar minstens 15% van mijn oppervlakte, van mijn perceelsoppervlakte, onbeteeld is, denk maar aan de stroken tussen de bloemkolen waar we rijden om te bemesten, te oogsten, te sproeien, als ook de koppakkers, als dat dus braak ligt en dat komt dan 15% van je oppervlakte, dan zegt men oké, als je nu op die blote stukken grond een vanggewas inzaait, dan kan dat eigenlijk al meetellen voor vanggewas. Uiteraard, op die onbeteelde stroken moet dat al vroeg zijn ingezaaid, namelijk minstens ten laatste 14 dagen na de inzaai, of aanplant van de groenten, of ten laatste op 15 april voor de groenten of de zaken die ingezaaid zijn tegen 1 april. Dus dan moet er al half april moeten op die stroken gras zaaien. En staat er ook in, na de oogst van de hoofdteelt moet je ook wel binnen de 2 weken dan nog iets inzaaien. Dus je begint te oogsten aan bloemkolen, dat je niet meer gaat opnieuw zaaien, dan zou je eigenlijk bij het vernietigen van de oogst of prei die van het veld gaat. Wil je dat meetelt voor vanggewas, dan zou je daar ook moeten, meestal zal dat dan gras zijn, maar goed, na de oogst kan misschien een ander vanggewas zijn. Maar in die onbeteelde stroken in het voorjaar, waar we nog moeten rijden enzovoort, dan denk ik dat we daar eerder gaan gras moeten inzaaien. Ook geldt dan een aanhoudperiode van die vanggewas. Er staat ook in de wetgeving op de koppakkers of de wentakkers mogen geen dierlijke mest gebruiken of andere meststof. En de kunstmest die we gebruiken op de hoofddier, dus op ons kolen, prei, noem maar op, dat moet dan eigenlijk via geplaatste bemesting gebeuren, de kunstmest. Hè. Je kunt natuurlijk eerst dierlijke mest toedienen op je perceel, dan planten we de prei of de bloemkolen enzovoort aan. Als we die dan nog later met kunstmest bemesten, moet het via bandbemesting, rijbemesting enzovoort. Anderzijds, als gestroken op je perceel wettelijk moet laten liggen, omwille van het feit dat een teeltvrij strook naast een waterloop enzovoort, dan kan die strook niet gebruikt worden om daar toch gras in te zijn en te laten meetaan als vanggewas. Want dat telt niet mee, omdat daar sowieso andere wettelijke bepalingen op zijn. Dus zoals je ziet,
de inzaai op onbeteelde stroken zou kunnen meten aan een ziekenvalente maatregel, maar toch heel wat voorwaarden. En dan nog een vierde maatregel, ook een stuk in de groente, maar ook ja, voor een aantal andere percelen. Was al eerder een keer sprake van, maar men zegt, kijk, als je je oogstresten afvoert, kan dat ook meten aan een equivalente maatregel voor dit jaar. Weer wat voorwaarden, het gaat dus om laat geoogste teelten, want als we vroeger oogsten, gaan we ervan uit dat we eigenlijk een regulier vanggewas kunnen inzaaien, maar teelten laat geoogst na 15 september, en je voert daar de oogstresten vanaf, dan kan dat meetellen, want de oogstresten blijven anders liggen, die verteren, die stikstof komt daar vrij en kan weer doorspoelen in de winter. Dus het afvoeren van oogstresten kan wel helpen om minder stikstofverliezen te hebben. Dat is een aantal teelten, voor welke teelt dat eventueel mogelijk is, zie volgende slide dan. Maar de afvoer moet dan ook wel zo vlug mogelijk gebeuren na de oogst, eigenlijk maximum een week. Het zij, ja, naar een composteringsinstallatie, de blaren, of thuis, of misschien voor veevoer. Men kan bietenblaren, voor zover het nog gebeurt, of misschien gaat weer meer gebeuren daardoor. Of ja, prei die naar het veld, die naar het bedrijf wordt afgevoerd. Het is ook goed om die preiresten dan op het bedrijf te laten liggen en die in het voorjaar terug naar het veld te voeren. Want dan zijn ze toch 's winters niet op het land blijven liggen en kunnen ze ook geen stikstof achterlaten. Er staat wel nog in de wet, staat hier niet op mijn scherm, maar als je thuis die preiblaren of preiblarenresten bewaart, dan moet dat eigenlijk ook wel oordeelkundig zijn. Het is dan niet de bedoeling dat daar sappen afvloeien enzovoort. Dus ook daar zijn weer voorwaarden. En het feit dat je die oogstresten zou afvoeren, zou je ook wel moeten kunnen bewijzen aan de mestbank ja, dat dat gebeurd is en dat hier en daar een keer een controle kan gebeuren van, ja, maar is dat dier wel echt van uw veld? Voor welke teelten telt dat? Men heeft vier groepen gemaakt, groep 1, 2, 3 en 4. Ik ga straks zeggen waarom het belangrijk is dat die teelten in de verschillende de groep staan. Je moet die nu uiteraard niet onthouden, dat is maar voor zover dat je denkt dat dat van toepassing kan zijn op uw bedrijf. Maar vooral is de vraag, als ik equivalente maatregelen toepas, hoe helpen die equivalente maatregelen nu om mij vrij te stellen van die drie bijkomende verplichtingen die ik gezegd heb? Als ik equivalente maatregelen gebruik, is de vraag, dalen dan nog mijn bemestingsnormen? Moet ik dan nog die erkend voerder gebruiken vanaf 1 april? En moet ik nu vanggewassen nog inzaaien of niet? Dat is de eerste vraag. En de tweede vraag is, als ik zo'n equivalente maatregel toepas, ik voer daarvan bepaalde hectare de oogstresten af, telt dat dan ook als 1 hectare gewoon vanggewas? Vervangt die 1 hectare afvoer van oogstresten dan 1 hectare vanggewas dat ik anders had moeten inzaaien? Wel, het antwoord staat hierop, dat heb ik hier net gezegd, dus die drie rode zijn die bijkomende verplichting, daar kunnen we vanaf, had ik eerder gezegd, als we equivalente maatregelen gebruiken. Ik heb gezegd, al of niet, geheel of gedeeltelijk, en van één of meer van alle drie. En dus die tabel geeft hier dan het antwoord op. Ziet er op het eerste zicht wat misschien een beetje complex uit, maar dus wat staat er op die tabel? Links hier de vier equivalente maatregelen die ik heb gezegd. Dus ofwel zaai ik voor 80% niet nitraatgevoelige teelten in. Ofwel zaai ik wintergranen in na die nitraatgevoelige teelten, na maïs, aardappelen of groenten. Ofwel zaai ik onbeteelde stroken in op mijn percelen. Ofwel doe ik de oogstresten weg. Oké, dan is nu de vraag, wat win ik daarmee? Wel, goed, hier bovenaan ziet je twee kolommen. De derde kolom ontbreekt of is niet van toepassing. Dus in die zin, ik bedoel, we konden maximaal drie verplichtingen of extra maatregelen kwijtspelen. Namelijk eventueel minder vanggewassen inzaaien, ofwel die verminderde bemesting zou dan niet van toepassing zijn, ofwel die 1 augustus regeling. Die 1 augustus regeling staat hier niet op het blad of op het scherm. Dat wil eigenlijk zeggen dat we door toepassing van die equivalente maatregelen daarmee geen winst maken naar die 1 augustus regeling. Dus zelfs als we equivalente maatregelen toepassen, moeten we nog na 1 augustus dus voor bepaalde transporten gebruik maken van de erkend voerder. Oké. Ten tweede was de mogelijkheid naar verminderde bemesting. Als ik equivalente maatregelen gebruik, ben ik dan vrijgesteld van de vermindering van die stikstof, mag ik dan toch nog evenveel bemesten gelijk boeren in type 0 en 1. Wel, je ziet hier drie streepjes staan en 1 ingevuld. Dat wil eigenlijk zeggen dat alleen bij die bovenste equivalente maatregel, als ik die toepas, dus op 80% van mijn percelen, daar die niet nitraatgevoelige teelten zijn, dan zal ik geen korting hebben van mijn bemestingsnorm. Gebruik maken van de andere drie equivalente maatregelen doet geen winst naar mijn stikstof. Ik moet toch minder bemesten.
of ik mag minder, ik moet minder, mijn belastingsnorm daalt dus toch, zelfs als gebruik ik die equivalente maatregelen. Met andere woorden, de grootste winst voor de equivalente maatregelen zit namelijk in het feit dat we hier minder vanggewassen moeten inzaaien. Doe ik een equivalente maatregel daarvan die niet nitraatgevoelige teelten op 80% van mijn grond, dan moet ik geen enkel vanggewas inzaaien. Dus dan heb ik volledig voldaan daarmee aan mijn vanggewas. Kies ik voor de equivalente maatregel wintergraan, dan zie je hier iets staan, 0,65 hectare. Dat wil eigenlijk zeggen dat wanneer ik 1 hectare wintergraan inzaai na maïs of aardappelen of groenten, dus na de nitraatgevoelige teelten, als ik daar 1 hectare van inzaai, dan is dat niet gelijk aan 1 hectare vanggewas minder, maar slechts 0,65 hectare. Sorry. Dat is strenger als vorig jaar. Vorig jaar was het 1 hectare voor 1 hectare. Nu, als ik een hectare, dit jaar 1 hectare vanggewas wil uitsparen, zal ik 1,5 hectare wintergraan moeten inzaaien. Als je dat dus omgekeerd bekijkt. De equivalente maatregel inzaai van onbeteelde stroken. De winst is daar niet zo groot. Het moest al gaan, dus je kunt alleen maar iets inzaaien op de onbeteelde stroken. Dat is dus eigenlijk ook maar die 15% ongeveer van een hectare van uw perceel. Dus ja, als je daar vanggewassen op inzaait en voldoet aan alle voorwaarden, dan spaart dat per hectare waar je de onbeteelde stroken wat gras inzaait, spaart 0,15 hectare. Dus veel is dat niet. Tegen dat je 1 hectare en half minder vanggewas moet inzaaien, moet je al op 10 hectare groenten, zal ik maar zeggen, die stroken inzaaien met gras. Maar goed, het is misschien niet onmogelijk. Bedrijven met 20, 30 hectare groenten, die kunnen misschien toch op die manier 2, 3, 4 hectare, 2 à 3 hectare, 4 hectare van gewas uitsparen als ze de onbeteelde stroken toch inzaaien met gras in dit geval. Maar ook al in het voorjaar en niet wachten tot na de oogst. En dan de vierde equivalente maatregel, afvoer van oogstresten. Daar zit je vier groepen, die komen uiteraard overeen met die groepen, die ik daar op de slide getoond heb daarnet. Dus er zijn groepen van gewas, groepen hoofdteelten. Want men zegt ja, afvoer van een van bijvoorbeeld het loof van wortelen, dat is niet hetzelfde als dat iemand zijn bloemkoolresten zou afvoeren. Met name als ik van 1 hectare uit groep 1 de oogstresten afvoer, dan is dat hetzelfde als een half hectare van gewas dat ik minder moet zaaien. Bijvoorbeeld is dat hier, dacht ik, bij wortelen. Een gewassen uit groep 2 is het wel 1 hectare voor 1 hectare. Bijvoorbeeld prei, dacht ik. Als ik hier voor 1 hectare prei alle loof weghaal, dan is dat hetzelfde als 1 hectare van gewas dat ik minder moet inzaaien. Het is zelfs 1 hectare en half winst, zal ik zeggen, voor het teelten uit groep 3. Ik dacht hier voederbieten. En het is zelfs 2 hectare uit groep 4, bijvoorbeeld bloemkolen. Dus als ik van 1 hectare bloemkolen de oogstresten verwijder, dan mag ik 2 hectare minder van gewas inzaaien. Zo moet je dat lezen en zien. Oké, en dan kom ik bijna aan het laatste van dat eerste brok hier. Hoe moet ik equivalente maatregelen aanvragen? Ik heb gezegd, ze zijn pas op 29 januari, is 10 dagen geleden goedgekeurd door de Vlaamse regering. Ik weet op vandaag alleen wat ik al gezegd heb naar voorwaarden, maar dat mensen die daarvoor kiezen, dat zullen kunnen aanvragen en moeten aanvragen op mesbankloket, maar kan vanaf 1 maart en moeten dat dan doen voor 30 april. En belangrijk verschil met vorig jaar is dat de percelen waarop we equivalente maatregelen denken toe te passen, we die eigenlijk moeten aanduiden al in de verzamelaanvraag tegen 30 april. Dus we moeten nu al een beetje inschatten op welke percelen we denken equivalente maatregelen toe te passen. Maar nog meer informatie daarover zal volgende week, denk ik, komen van de Mesbank voor 1 maart over wat dit gaat. En zo zijn we op het einde van de eerste rubriek. Een beetje langer geduurd door de prikkelen van in het begin met de computer. Excuseer daarvoor. Maar ik dacht dat er nu toch wel wat ruimte is om vragen. Bram, aan u het woord. Ja, klopt Dirk. Er zijn inderdaad wel een aantal vragen binnengekomen die we een beetje gegroepeerd hebben. Een eerste vraag is bijvoorbeeld, wat zijn eigenlijk de gevolgen als we met één perceel in gebiedstype 2 of 3 in de mestbankaangifte zitten als eigenaar of als pachter? Geven we dat aan of zeggen we misschien beter van oké, we gaan dat bij een andere landbouwer die wel al perceel in gebiedstype 2 of 3 heeft laten aangeven? Omdat inderdaad rond die buurregeling en dergelijke toch wel wat gevolgen zijn als je één perceel
Ja, dat is een goede vraag, maar niet, allee, ik zal dat niet simpel te antwoorden. Het is een uitgebreid antwoord nodig. In die zin, we hebben het nu gehad over de gebiedsgerichte maatregelen. Je zou kunnen zeggen, ik heb maar één perceel in 2 en 3. Oké, dan zou ik zeggen, ik moet een beetje in stukjes antwoorden. Als je maar één perceel hebt in 2 of 3, zijn de maatregelen niet zo groot. We hebben maar één perceel, dus je moet, ja, oké, je moet dan wel op dat perceel uw referentiepercentage van gewas inzaaien. Als dat 50% is, ga je van dat perceel moeten de helft kunnen inzaaien als van gewas. Als je dat kunt doen, is dat haalbaar. Als je natuurlijk zegt, ik heb maar één perceel en daar staan nu juist de aardappelen op die lang gaan staan, dan kan ik daar geen van gewas inzaaien. Dat is juist. Je kunt dan, heb maar één perceel, je kunt daar niet goed weg mee. In de rotatie past dat niet. Ja, dan zouden we misschien moeten een van gewas overeenkomst afsluiten, want door dat ene perceel gaat het toch ergens een beetje van gewasplicht hebben. Anderzijds, bemestingsnormen die dalen, ja, als je maar één perceel hebt in type 2 of 3, dat daar een kleinere norm is. Het is maar voor één perceel. Oké, goed, als dat voor één perceel is, dan zeg je, maar mijn patat nog minder groeien. Uiteraard, ja, daar zit toch wel een voorwaarde aan. En inderdaad, goed, als het voor de bemesting is na 1 augustus dat je een erkend voerder moet inschakelen, dan is dat eigenlijk ook alleen maar voor de mest die naar dat ene perceel gaat in 2 en 3. Op je andere percelen die in 0 en 1 liggen, moet je niet per se een erkend voerder inschakelen. Zou daar een buurregeling kunnen? Dat, dus op dat punt zou ik zeggen, het valt nog mee. Anderzijds, je hebt er zelf al op gewezen, ja, maar we hebben nu wel die nieuwe plicht rond de buurregelingen die ook met AGR-GPS moeten. En dan zitten we, dat komt wel nog aan bod deze namiddag, maar inderdaad, als ik normaal ben van buurregeling te doen als boer, ik neem buurregelingen aan, of ik neem mest aan via buurregelingen. En door het feit dat ik één perceel in 2 of 3 liggen heb, ik ga het er straks toelichten, zegt de wetgeving, ja, als je met de buurregelingen werkt, dan moet de mest die gevoerd wordt via een buurregeling naar een afnemer met percelen in type 2 of 3, dan moeten al de buurregelingen met AGR-GPS, ook als we dan mest voeren naar de gronden van die boer in type 0 en 1. Dus als ik het wat eenvoudiger kan zeggen, van zodra ik inderdaad één perceel heb in type 2 of 3 en ik wil mest aannemen met buurregeling, dan moet ik voor mijn percelen in 0 en 1 ook een buurregeling met AGR-GPS. Goed, is dat erg? Ja, oké, zo gezegd, moet met AGR-GPS, wat is er erg aan? Dat je misschien wat meer gevolgd wordt door de mestbank, dat je die net moet hebben. Dus dat is het bijkomende, uiteraard, die buurringen kan de mestbank scherper volgen. Dus dat perceel en gebiedstype heeft niet alleen te maken met de rubriek die we nu behandeld hebben, maar heeft misschien ook zijn gevolgen voor inderdaad de AGR-GPS buurregeling. Je kunt dan opteren, als het maar één perceel is, dat je misschien zegt, ja, ik ga het niet meer zelf aangeven. Hè. Maar ja, dan is de vraag, door wie laat het wel aangeven? Ja, als je goede connecties hebt, of vader, zoon, dat je zegt, ja, een zoon moet maar aangeven, die heeft toch geen perceel in, of heeft er toch al veel, en ik heb maar één. Dus dat je zegt, ik ga dat perceel niet meer zelf aangeven bij de mestbank of bij de verzamelaanvraag, dan moet je inderdaad een beetje afwegen. Het is een beetje een lang antwoord, het is niet zomaar in 1, 2, 3, moet een beetje alle aspecten bekijken. Hè. Ja, oké, dank u Dirk. Er zijn ook nog wel wat vragen binnengekomen rond de seizoenpacht afsluiten in gebiedstype 2 en 3, die toch vaak gebeurt voor aardappelen, voor groenten. En dan ook nog iets specifieker van, stel dat we die seizoenpacht maar afsluiten voor tweede vrucht bloemkool in juni bijvoorbeeld. Ja, hoe zit dat dan? Want eigenlijk de eigenaar heeft het perceel in gebruik tot juni bijvoorbeeld. En dan pas de bloemkoolboer. Later, maar dat kan niet in de verzamelaanvraag. Kunt jij aangeven na 31 mei dan? Ik heb gezegd, in die type 2 en 3, om bemestingsrechten te hebben, moet het dezelfde boer zijn die aangeeft op 1 januari en 31 mei. Maar daartussen, of na 31 mei, ja, kan het nog dat dat iemand anders is. Het is natuurlijk wel zo dat dan de bemestingsrechten zijn toegekend aan de eerste boer. Dus als dan boer B daar dan op zijn bloemkool op bemest, komt dat op het konto van het perceel van de aangever van 1 januari. Gaan we ook nog zien straks bij het kunstmestregister, want dat telt mee voor het perceel van de boer van 1 januari. Dus als daar dan dingen op gebeuren die niet juist zijn, of er wordt dan een staal genomen naar nitraatresidu, is het wel ten laste van de 1 januari boer. Maar soms zeggen mensen, ja, die seizoenpacht, dat gaat dan nu toch nog. Ja,
ik denk seizoenpacht en naar de letter van de wet cultuurcontracten, dat het altijd de verhuurder is of de eigenaar, verhuurder, die moet de voorbereidende werkzaamheden en bemesting doen. Dus sowieso komt de bemesting in principe op naam van de 1 januari en moet hij het doen volgens de pachtwet al of die seizoenpachtwet. Ik weet dat in de praktijk wel anders is, dat de aardappel of de groentenboer wel zijn eigen aardappel en groenten wil bemesten. Ja, dat kan, maar dan moeten goede afspraken gemaakt worden, want de verantwoordelijkheid ligt bij de aangever op 1 januari. Maar het kan nog, he. Buiten die 1 januari en 31 mei, kan er voor de premieaanvraag of na de 31 mei een tweede vrucht, groenten of iets anders, kan in principe wel iemand anders aangeven. Ja. Oké, okay, dankjewel. Dan nog een vraagje rond dat variabel doelpercentage. Tja, men is een beetje misnoegd, gaan we maar zeggen, over het feit dat dat pas na het indienen van de verzamelaanvraag kan zichtbaar worden. Maar dat er waarschijnlijk gaat voor zorgen dat die verzamelaanvraag dan nadien nog gaat moeten aangepast worden op basis van dat doelpercentage om voldoende vanggewas te kunnen inzouwen. Men vraagt van, is er niet ergens een mogelijkheid om dat eventueel al vroeger in beeld te hebben, zodanig dat de aangifte al direct brengt? Ja, ik begrijp de vraag, maar wij kunnen niet iets in beeld brengen dat we zelf niet hebben. In die zin, het doelareaal voor 21 is gebaseerd op uw verzamelaanvraag. Dus ik zou eigenlijk moeten zeggen, hoe sneller dat je de verzamelaanvraag kunt invullen met de percelen en teelten die je nu al kent. Ja, vandaag de verzamelaanvraag invullen is eigenlijk zanderendaags al kennis van je doelareaal. Dus als je het invult, bijvoorbeeld nu 20 februari, heb je toch nog dan tijd om bij te sturen. Dan zit al een eerste ding, dan komt op een bepaald doelareaal, het voorlopen zoals ik zeg. En als je dan zelf inderdaad maart, april, er wijzigt iets aan je verzamelaanvraag, ja, dan heb je toch al een idee van de grote orde. Dat dan niet meer de grote wijziging zijn, denk ik. Anderzijds, als je iets in maart of april nog wijzigt, gaat je direct weer een nieuwe prognose krijgen. Hè. Dus dan zit je zo'n beetje de bijsturing. Het hangt af van de percelen die een boer vandaag zal, of in 21 zal hebben, als dat dezelfde percelen zijn van vorig jaar, dan kan. En de boer heeft al een vast referentiepercentage. Oké, het variabele kunnen we pas uitrekenen of gaan we pas kunnen doen naar waar we de ligging kennen van de percelen na de verzamelaanvraag. Op grafisch materiaal, ja, anders kunnen wij het niet. Nee. Ja, oké, Dirk. En denk, ja, dan waren er nog wel een aantal vragen over dat transport van mest met erkend voerder. Dus ja, ik denk dat er gewoon het antwoord is van. Ja, die augustusregeling, gaan we dan maar zeggen, dat dat enkel is voor de drijfmest die naar ja. Akkerland op gebiedstype ja. 2 of 3 gaat, maar ja. Niet van toepassing is voor de andere verschillen. Ja, dus kijk, lees heel goed hoe het op de slide staat. Het is voor vloeibare dierlijke mest naar percelen in 2 en 3 en na 1 augustus. Maar dat kan wel impliceren dat je daardoor geen buurregeling meer kunt doen. Twee boeren die heel het jaar al buurregeling doen en plots vanaf 1 augustus, doordat dat hij nog wat wil bemesten in augustus, op een akkerlandperceel met vloeibare mest, die ligt in 2 of 3, dan zegt de wetgeving, kijk, daar moet een erkend voerder voor inschakelen. Ja. Je zou kunnen zeggen, nu die AGR-GPS-buurling daarbij komt of verplichtend wordt, dan kun je de mest ook al volgen met die AGP. Waarom moet dat nu nog plots een erkend voerder zijn? Ja, kijk, die dingen zijn alle twee ingeschreven in de wetgeving. Ik kan daar nu niet direct iets aan toevoegen. Uiteraard, voor iemand die geen perceel heeft in 2 en 3, kan een buurling dan wel ook na 1 augustus. Ja, kijk, ja. Ja, en dan misschien nog een laatste vraagje die misschien nog wat verduidelijking vraagt, dat men eigenlijk vraagt van oké, dat doelpercentage van gewassen, dus dat is effectief zo ik heb dat ook al een beetje aangehaald, dus dat op de percelen in gebiedstype 2 en 3 moet ingezaaid worden en dat niet mogelijk is op percelen in gebiedstype 0 of 1. Nee, die vraag komt inderdaad regelmatig. Boeren zeggen, maar ik heb nog gronden in 0 en 1, dus in groen en geel. Mag ik daar vanggewassen in zaaien? Ja, je mag daar uiteraard, wij raden dat aan. In 0 is het helemaal niet nodig. In 1 moet je wel vanggewassen in zaaien als de oogst voor 1 september gebeurt, sowieso. Maar vanggewassen die je inzaait in 0 en 1 tellen niet mee om te voldoen aan je plicht in 2 en 3. Ja, de uitleg is hier eigenlijk dat type 2 en 3 de waterkwaliteit daar niet goed is. Dat we daar de vanggewassen moeten hebben die de stikstof opvangt. En dat weinig zin heeft om, laten we zeggen, daar niks te doen. Allee, extreem gezien, om niks te doen in 2 en 3. En dan maar vanggewassen te zetten in de gebieden waar het water al goed is. Het moet juist gebeuren waar de waterkwaliteit niet goed is. Waar we de stikstof maximaal moeten opvangen. Dat die niet verder
doorspoelt, uitspoelt enzovoort. Dus dat is de reden dat vangewassen in 0 en 1 niet meetellen voor de invulling van het doelareaal in 2 en 3. Oké, dank u voor de verduidelijking, Dirk. Dat waren een beetje de belangrijkste vragen, dus ik stel voor dat we dan eigenlijk met het vervolg van de presentatie doorgaan. Ja, ik ga direct door, maar ik wil dus meegeven voor de mensen die zijn nu een uurtje ver, dus we hebben wat perikelen gehad in het begin, maar ik heb uiteraard ook het grootste hoofdstuk is al achter de rug. We zijn al meer dan de helft door onze slides, dus in principe zou dat nu nog telkens 2 keer een dik kwartier zijn per rubriek met ook weer vragen tussen. En we gaan dus nu verder, dat was de tweede vraag ook, omdat het nieuw is sinds 21, dat is die kunstmestregisterplicht. Ja, een klein beetje inleiding of aanleiding, waarom is dat nu in de wetgeving ingeschreven? Dus de mestbank stelt al langer vast dat we, ook wanneer we controles doen op de kunstmest, dat we bij 1 of 4 van de landbouwers toch vrij veel kunstmest niet vinden. Hè. Minder dan 80%, je zou nog kunnen zeggen 80% is goed. Ja. Als ik 80% heb op school, waren ze thuis ook wel content, maar minder dan 80%. We vinden akkerbouwers die niks van kunstmest aangeven. En dat kan misschien, ja, ik ga er nu niet over discussiëren of dat helemaal niet zou kunnen, maar toch te veel met te weinig aangiftes. Hey, groenteboeren die geen kunstmest gebruiken, ja, oké, dan kun je daar toch vragen bij stellen. Enfin, als het juist is, is het juist. Maar wat zien we? Sowieso, als de mestbankaangifte van kunstmest vergeleken wordt met de landbouwrapporten, die dus ook door het departement landbouw enzovoort gemaakt worden, dat de stikstof aangifte bij de mestbank slechts ongeveer 60% is. Dus men schat in dat de gemiddelde kunstmestgebruik aan een stikstof, de zuivere stikstof, dat ongeveer 90 kilo is op een hectare, 85 kilo op een hectare, zoiets. Bij de mestbank vinden we slechts ongeveer 55 kilo stikstof per hectare die wordt aangegeven. Dus dat is maar ja, om en bij de 60%. Anderzijds zien we, en daar staan we een beetje met terug tegen de muur naar Europa toe, die water kwaliteit verbetert niet. Hier staat op verslechterd. Oké, ja, we zijn zeker verbeterd als je kijkt van 10 jaar geleden, maar de laatste jaren gaan we niet meer naar verbeteren we niet. Integendeel, en zit er wel wat schommeling in dat zelfs slechter is dan het voorbije jaar. En het was inderdaad zo, de focus lag in het verleden op die dierlijke mest. En tot nu toe moeten we als landbouwer enkel het gebruik van kunstmest 1 keer aangeven op de mestbank aangifte, een getal. Heb je kunstmest gebruikt voorbije jaar? Ja, hoeveel stikstof en fosfor? En dat was het. Dus vandaar dat MAP 6 dus een registratie van handel en kunstmestgebruik heeft ingevoerd. Dat moet ik dus wel nog even verduidelijken, dat het kunstmestregister dan wel geldt in alle gebiedstypes. Dus ook voor de percelen in 0 en 1 en uiteraard 2 en 3. En er zijn 2 soorten registers, of ik zou moeten zeggen 3. 1 soort is voor de handelaars, die moeten een verhandelingsregister bijhouden, zeg maar aan en verkoop. Of vooral verkoop, niet direct aankoop, sorry, vooral wat ze leveren aan landbouwers. En voor landbouwers zijn er 2 registers. Ook het aankoopregister, dus van waar komt en hoeveel kunstmest heb je aangeschaft. Excuseer. En dan ook het gebruiksregister. Dus als ik kunstmest gebruik, zal ik die moeten rapporteren of registreren. Wat zegt de wetgeving daar rond? Dat is misschien ook wel goed dat ik dat een keer kan meegeven, want we krijgen daar toch wel een beetje vragen rond. In de zin van, ja, wat moet ik nu doen met kunstmest naar registratie toe? Wel, het mestdecreet voorziet al sinds 19, dus het is nu al het 3e jaar eigenlijk, dat we onze kunstmest moeten bijhouden die we aankopen op papier of digitaal. Eigenlijk al sinds 19. Dus op papier, ja oké, op papier in een boekje, in een schrift, waar dan ook. En digitaal, eventueel in een eigen bestandje of in een boekhoudpakket of bij adviseurs waar je je kunstmest of je technische opvolging van je bedrijf doet. Ook daar kun je, als je kunstmest daar geregistreerd is, is het goed. Maar een digitale registratie in de mestbank of bij de mestbank moest niet in 19 en 20, maar, en dat is dus het nieuwe, moet nu of zou nu vanaf 1 januari 2021 wel moeten. Dus onze kunstmest moeten we inbrengen in het mestbankloket, net zoals we een burenregeling aanmaken in het mestbankloket. Dat was het mestdecreet, dat staat in het decreet, maar als we zeggen, ja, je moet de registratie van je kunstmest, was daar nog een besluit van de Vlaamse regering nodig. Misschien een beetje moeilijk als je zo niet in die politieke besluitvorming zit, maar het mest,
decreet of het MAP 6 kan wel zeggen dat de mestbank, dat de kunstmest moet geregistreerd worden bij de mestbank. Maar dan is de vraag, ja, hoe moeten we dat doen? Waar moeten we dat doen? Is daar een systeem voor voorzien? En tegen wanneer moeten we dat invullen? Iedere dag, iedere week, één keer in de maand. Denk maar aan het dierregister. Dus daar was nog een besluit van de Vlaamse regering voor nodig. En ook moest de mestbank in de tussentijd een systeem uitbouwen, een digitaal registratiesysteem op het loket zetten. De mestbank heeft dat intussen gedaan. Er staat een registratiesysteem op het loket die we allemaal vanaf nu kunnen gebruiken. Maar doordat het besluit van de Vlaamse regering nog niet definitief is goedgekeurd, moeten we nu nog niet op het mestbankloket registreren. Ik leg dat heel kort toe. Dus dat besluit die meer uitleg gaf over dat register op het loket is goedgekeurd vorig jaar in oktober. Maar dat besluit is voor advies naar de Raad van State. Meer bepaald, omdat dus ook de kunstmesthandelaars daarin betrokken worden, hebben ook onder andere, die ook al wel een keer geprotesteerd daartegen, uiteraard, maar heeft de Raad van State gezegd, ja, dat is wel juist, want we hebben evengoed handelaars van buiten Vlaanderen, Noord-Frankrijk, Wallonië, Nederland, die verkopen ook kunstmest aan Vlaamse boeren. Dus dat gaat eigenlijk meer dan over Vlaamse kunstmesthandelaars. Dus dat kan wel een keer in het kader van concurrentie enzovoort. Dus kort gezegd, dat besluit moet aangemeld worden bij Europa. En wij wachten dus ook als mestbank nog op een definitieve goedkeuring van dit besluit rond kunstmestregisterplicht. Dat zou er ergens maar zijn eind deze maand ten vroegste. Dus wat betekent dat nu concreet? Op vandaag, wat moeten we nu doen als landbouwer? Wel, eigenlijk moeten we dus onze aankoop, verhandeling of gebruik van kunstmest wel al bijhouden. Maar hoe dat je doet, steekt niet zo nauw of een papierke enzovoort. Wie het wel al wil doen, kan uiteraard dus ook al op het mestbankloket. Maar ik herhaal, het is nog niet verplicht om dat nu op het loket te doen. Dat zal pas verplicht zijn dat het ook in het mestbankloket moet gebeuren na publicatie van dat besluit dat nu nog bij Europa ligt en die dan in het Belgisch Staatsblad komt. En dan staat erin, dus dan zal het zo zijn, tenminste als dat besluit die in oktober voorjaar goedgekeurd is niet meer wordt veranderd, dan zal het zo zijn dat wanneer het definitief wordt beslist eind februari of in maart, dat die registratie dan zal moeten gebeuren op het loket en met terugwerkende kracht vanaf 1 januari. Dus we moeten het eigenlijk nu al bijhouden. De mestbank kan vragen, ja, maar heb je kunstmest gekocht of je bent dan aan het strooien? Toon een keer je register. Oké, dan kun je je boekje, een kladblokje of iets van je computer misschien tonen. Het moet dus nog niet op het loket, maar het is wel goed en het moet ook bijhouden, want een keer dat definitief goedgekeurd is, ga je dan toch al die gegevens die je intussen ergens hebt bijgehouden, allemaal met terugwerkende kracht moeten in het loket steken vanaf 1 januari 2021. Komt erop neer dus dat eigenlijk MAP 6 zegt, kijk, voor 2021 moet het volledige mestjaar uiteindelijk wel in het mestbankloket komen van aankoop en van gebruik. Maar ik herhaal, het is nu nog niet nodig dat je dat in het loket doet. Oké. Meer concreet dan nu, wat is dat kunstmestregister of hoe ziet het eruit? Dus er zijn drie soorten registers, ene voor de kunstmesthandelaars en voor de landbouwers, twee heb ik gezegd. Ik ga hier nu deze namiddag, ik kan het ook zo afgesproken met Inagro, ik denk dat meer dan de grootste groep dat we allemaal landbouwers zijn en dat misschien hier en daar wel een handelaar tussen zit. Maar ik ga mij nu beperken, ook gezien het tijdsbestek, tot het kunstmestregister voor landbouwers. Goed, eerst en vooral, welke kunstmest moet in het register? Wel, de wetgeving zegt, alle kunstmest die stikstof of fosfor bevat, die moeten we bijhouden. En daarbij ook het spuiwater uit de zure wasser. Want dat is een ammoniumsulfaat, dat erkend is als de kunstmest. Zit daar stikstof of fosfor in? Of in dit geval dan vooral stikstof uiteraard. Dus dat spuiwater moet ook in het register komen. Spuiwater uit biologische wassers moet niet in het register komen. Omdat dat beschouwd wordt als een andere meststof. En dan kunstmest die geen stikstof of fosfor bevat, moet niet in het register. Ik denk maar aan alleen kalkhoudende of magnesiumkalkhoudende stoffen of een zuiver potasmeststof en waar geen stikstof of fosfor in zit, moet niet in het register, want de mestwetgeving gaat altijd over de stikstof, de nitraten en de fosfaten. Ik ga nog wat toelichting geven op de volgende slides, maar ik kan ook meegeven dat er toch op de website van de VLM, dus niet op het loket, maar op de website van de VLM, website Mestbank, dat daar ook een rubriek staat, veelgestelde vragen. Dus als je daar in de zoekfunctie kunstmest of kunstmestregister zou intypen, ga je daar toch nog wel, ja, misschien een aantal vragen waar je zelf ook mee zit, vinden daar alle antwoorden op.
Oké, wat houdt het register dan nu concreet in? Misschien nog eerst meegeven dus dat dat van toepassing is voor alle aangifteplichtige landbouwers. Dus daarmee bedoelen we die minstens 2 hectare grond heeft. Of misschien ja, heb je niet veel grond, maar heb je wel veel dieren. Dan moet je ook een kunstmestregister bijhouden. Maar ja, als je niet veel grond hebt, ga je niet veel moeten registreren uiteraard. Ik zal het anders zeggen, als hier een hobbyboer meeluistert die maar 1,5 hectare heeft met 2 paarden op, die gaat dus de kunstmest niet moeten registreren, want 1,5 hectare en maximum 2 paarden in dit geval, dat is niet aangifteplichtig. Goed, dus een landbouwer die aangifteplichtig is, zal 2 registers moeten bijhouden, namelijk het verhandelen van meststoffen, aankoop en misschien ook een stuk afzet. Kan dat straks toekomen. En een tweede is een gebruiksregister per perceel. Dus het toedienen van de kunstmest moet ook in het gebruiksregister. Ik start met het verhandelingsregister. Dus het verhandelingsregister, wat is dat? Dat is ontvangst, overdracht of gebruik op eigen gronden buiten Vlaanderen. Kort gezegd, dus als we mest aankopen of die wordt geleverd, dan moeten we dat in het register steken. Maar misschien gaan we daarvan een deel gebruiken op gronden die we in Wallonië of in Noord-Frankrijk hebben. Dus dan moet, we hebben die dus aangekocht, dat moet in het aankoopregister. En dan gaat dat kunnen aanklikken. Als ik in dat loket zou gaan, dan moet je zeggen wat je ermee gedaan hebt. Dus bijvoorbeeld het gebruik op eigen gronden buiten Vlaanderen, kunnen daar gewoon aanklikken. Maar de bemesting, dan het gebruik op eigen gronden buiten Vlaanderen, dat moet dan niet in het gebruiksregister, maar wel in het verhandelingsregister. Want ik zal een keer een voorbeeld geven. We kopen 10.000 kilo ammoniaknitraat aan. Stel dat er van 2.000 kilo op mijn perceel in Noord-Frankrijk gebruikt worden. Wel, dan moet ik die 10.000 kilo toch ergens kunnen verantwoorden. Dan kan ik al aanstippen 2.000 naar buitenland. En die andere 8.000 zal ik dan waarschijnlijk dan gebruiken op gronden in Vlaanderen. Die 8.000 moet dan op mijn perceel, in mijn perceelsregister komen. Die 2.000 op eigen grond buiten Vlaanderen. Eén keer afvinken dat die weg zijn uit uw register. En ja, daar moeten we, dat volgen we niet wat je in het buitenland doet met die kunstmest. Oké, ja, en dan is hier een opsomming. Ja, een register, wat moet daarin? Wel, uiteraard de soort kunstmest, ammoniaknitraat, of misschien is het een eigen mengeling, dat moet de naam aangeven, met de samenstelling als stikstof en fosfor. Uiteraard ook de hoeveelheid, zoveel ton of liters mest. En in het verhandelingsregister dus de datum van ontvangst of het moment dat je zegt, kijk, ze is in Frankrijk gebruikt, zeg maar iets. En uiteraard ook de identificatie van de tegenpartij, zeg maar de verkoper van de kunstmeststof. Ik wil het hier meegeven, verkopers dus van kunstmeststof moeten dan hun eigen verhandelingsregister invullen. En het zal u dan niet verbazen dat de mestbank uiteraard ook wel kruiscontroles zal doen. Want als een handelaar hier 10.000 kilo mest verkoopt aan u en hij vult dat in zijn register, gaan we dat in principe in uw register moeten vinden en dan ook vinden waar zijn die naartoe. Dat is eigenlijk de bedoeling ook van de registratie van de kunstmest. Want ik heb gezegd, we hebben op het ogenblik vinden we slechts 60% kunstmest gebruik in Vlaanderen terug. En zoals gezegd, in dat verhandelingsregister naast die kunstmest ook spuiwater uit zure wassers. En ook de aankoop voor kunstmest op groeimedium moet in het verhandelingsregister. Dus als je 10.000 kilo ammoniaknitraat koopt en daarvan is 2.000 kilo voor groeimedium, dat zit in je aankoop. Maar dan het gebruik op groeimedium moet je niet registreren. Dus op containervelden enzovoort, ja, dat moet niet. Anderzijds, gebruik van kunstmest in een serre op volle grond, dan moet daar wel het gebruiksregister worden ingevuld, maar op groeimedium niet. Oké, wie kan die verhandelingen registreren? Dat is ook zoiets. Ja, je kunt zeggen, we moeten een register bijhouden en misschien denken we als boeren, ja, ga ik dat doen? Ik heb nagekocht. Uiteraard, dat is ook logisch, dat in misschien 90 of 99% van de gevallen, dat je zegt, of 100, dat een boer dat zou doen, maar dat is niet altijd zo of nodig. In die zin, veel landbouwers werken nu al met volmachthouders en een adviseur, een consulent, die zaken invult op het mestbankloket, die de derogatie aanvraagt, die aangiften invult, enzovoort. Wel, het is zo dat de mestbank zelf, het invullen van een register is een apart recht in het loket. En de mestbank heeft dan een volmacht voor dat kunstmestregister toegekend aan die volmachthouders die al een volmacht hebben voor de mestbankaangifte. Dus de mestbank kent uiteraard wie dat er volmachthouder is om de aangiftes in te vullen. We hebben aan die volmachthouders ook het recht gegeven, zal ik maar zeggen, de volmacht dat zij voor de landbouwer met die en ook het kunstmestregister mogen en kunnen invullen.
Uiteraard, als je daar als landbouwer niet akkoord mee bent, dat zegt dat is niet de bedoeling dat mijn consulent de mestbank aan heeft en nu nog een keer mijn register van mijn kunstmest gaat nemen, dan kun je dat uiteraard schrappen op het loket. Als je daar wel mee akkoord bent, ja, okay, dan is het van de eerste keer geregeld en kan die volmachtgouder dat doen. Okay, dan kom ik aan het gebruiksregister. Dus wanneer we kunstmest gebruiken op percelen, gaan we dat ook moeten in het gebruiksregister doen. En voor mensen die al wat werken met de SNAP-applicatie, dus de staalnaam-applicatie, waar we staalnames aanvragen voor derogatie, voor nitraatresidu enzovoort. Het gelijkt, het is niet op hetzelfde, excuseer, maar ik bedoel, het gelijkt er een beetje op. Het register van kunstmest, daar kun je ook percelen aanklikken, grafisch, en, of met de code van het perceel werken. En op die manier dus aanduiden op welk perceel er kunstmest is gekomen. Ook hier weer welke soort kunstmest is met de samenstelling, de tonnen of de liters die gebruikt zijn op bepaalde percelen. In het gebruiksregister dus ook spuiwater die je gebruikt dan. En voor groeimedium, daarnet gezegd, wel vrijgesteld van het gebruiksregister. Dus gebruik van kunstmest op groeimedium moet niet in het gebruiksregister, maar moet wel in uw aankoop- of verhandelingsregister vermeld worden. En dan hier een beetje een rare slide, of ik ga niet zeggen een moeilijke, maar raar in die zin. Dus stel we hebben bemest op ons perceel, of ik zal het anders zeggen, er wordt bemest op mijn perceel. Ja, dan is de vraag, wie gaat dat hier nu aangeven? Of ook, wie kan dat gebruik nu aangeven in het mestbankloket? Wel, en dat is wat dus wel raar kan klinken, elke landbouwer kan het gebruik van kunstmest op elk perceel in Vlaanderen registreren. Dus ik kan als boer bij manier van spreken op alle percelen in Vlaanderen aangeven dat een beetje kunstmest gestrooid heb. Dat klinkt raar, maar eerst en vooral, ik ga zeggen, uiteraard blijft de verantwoordelijkheid wel bij de gebruiker van het perceel op 1 januari. En moet er dus goede afspraken gemaakt worden. Je kunt natuurlijk zeggen, ja, maar als iedereen kan invullen, kan ik niet met iedereen afspraak maken? Of hoe kan ik nu verantwoordelijkheid dragen? Als iedereen kan invullen. Ja, we gaan er uiteraard vanuit dat niemand zich gaat bezighouden om een keer op al de percelen een beetje kunstmest in te vullen op de computer. We gaan er vanuit dat dat uiteraard alleen maar de boer is die het perceel gebruikt. Maar dan komen we een beetje bij de vraag, wie is de gebruiker? In principe degene op 1 januari, maar daarnet in de vraagstelling stelde Bram mij ook de vraag, ja, wat met seizoenpacht en een tweede teel, of de bloemkoolteler als seizoenpacht, die brengt dat bijvoorbeeld kunstmest op. Wel, die gebruikers zullen dan ook de kunstmest kunnen opbrengen als ze dat willen. En misschien in een aantal gevallen is dat gemakkelijk. Ik ben de houder van 1 januari van het perceel, ook op 31 mei, okay, ja. Maar komt daar een andere aardappelen of groenten kweken die dat dan ook wil bemesten, want hij wil wel best zijn eigen groenten bemesten, tijdstip enzovoort, okay. Wel, dan zal die groenteboer op mijn perceel de registratie kunnen doen. Hij zou ook kunnen zeggen, kijk, ja, ik heb een keer wel bemest, maar kan ik dat niet invullen voor u? Kijk, ik heb vandaag 500 kilo ammoniaknitraat uitgereden. En wel, kijk, dan ga ik dat dan zelf registreren. Dus moeten we goede afspraken maken. Nu, sowieso is ook een rapport per perceel raadpleegbaar, waardoor ik wel zal kunnen zien dat er daar misschien allemaal een keer kunstmest op staat. Dan zeggen we, wat is dat hier nu? Dus zo kun je wel opvolgen dat er misschien dingen op staan, dat je zegt, dat kan hier niet, of ik wist daar niets van. Dus, allez. Enerzijds zou ik zeggen, elke landbouwer staat er hier, kan het gebruik op elk perceel registreren, maar in feite kan het door het rapport wel zien wat dat er gebeurt op je perceel. En we gaan er uiteraard vanuit dat niet iedereen op iedereens perceel daar een beetje gaan mest uitreden of gaan registreren in het loket. Maar men heeft het een beetje soepel gemaakt om, ja, zoals ik net heb gezegd, bij het gebruik dat dat wel een keer kan, dat er 1, 2, 3 gebruikers zijn. Of, zoals hier ook staat, iemand met volmacht kan sowieso het gebruik registreren. Maar ja, goed, een loonwerker strooit uit, dan kun je hem eventueel volmacht geven, want een loonwerker heeft dan wel geen landbouwernummer, dus hij kan dan niet direct op het, tenzij je hem volmacht geeft. Anderzijds, ja, moet dan de loonwerker zeggen, kijk, heb ik hier wat vloeibare mest uitgereden op uw perceel, het was zoveel liter, dat hij dat dan aan mij zegt en ik breng het dan zelf in. Ofwel geef ik aan de loonwerker volmacht, als dat bepaalde teelt of percelen zijn, dat hij iedere week een keer overrijdt en zegt, dat doet jij maar, want ik weet niet of dat je de maandag of de dinsdag enzovoort. En ik geef het maar mee. Een beetje een speciale slide, dat er een ruime, het is nogal ruim voorzien wie kan registreren op het perceel. Anderzijds zal het rapport hier er wel voor zorgen dat je het uiteraard elk voor zich kan opvolgen. En belangrijk, dat rapport, wie kan dat zien?
Uiteraard dan niet heel de wereld. Heel de wereld kan misschien wel registreren op uw perceel, maar de opvolging enkel door wie een link heeft met het perceel vanuit de verzamelaanvraag. En dat zal dan uiteraard de 1 januari aangever zijn, maar eventueel, net daar de vraag, de bloemkool of de tweede teelt in juni, juli, wordt dan door iemand anders gedaan, die dat dan ook aangeeft in de verzamelaanvraag, dat hij daar gebruiker is van dat perceel op dat moment, wel, die zal ook wel het rapport kunnen zien. Dus die 1, 2, misschien 3 boeren gaan het rapport kunnen raadplegen, de anderen niet. Oké. Goed, dan is nog een tweede of een bijkomende vraag. Ja, we kunnen nu misschien die registers invullen. Dan is nog de vraag, wanneer moet je die invullen? Ik zeg dan misschien een keer gemakkelijk, zou kunnen zijn als boer, ja, ik ga dat doen op het einde van het jaar, een keer tussen kerstdag en nieuwdag, en ik heb dan tijd en goesting. Ja, dan is dat ook weer niet de bedoeling, want de wetgever zegt, de wetgeving in MAP 6 staat er nu in dat besluit, eigenlijk moet je uw register invullen, binnen de week na de feiten. Dus ik heb binnen de week dat ik de kunstmest geleverd is, of binnen de week dat ik het gebruik heb. Er is daar nog een uitzondering bij. Ja, oké, des te beter, maar een beetje moeilijk dikwijls om uit te leggen. Eigenlijk moeten we dus binnen de 7 dagen na het gebruik of na het ontvangst. Maar er staat nog op, ja, als ik laat kunstmest komen of ik haal kunstmest af, dan moet ik het binnen de 7 dagen in mijn verhandelingsregister inbrengen. Maar er is een uitzondering, als ik het binnen de 7 dagen dat de kunstmest geleverd is, gebruik allemaal of gedeeltelijk, dan heb ik eigenlijk tijd om zowel verhandelings- en gebruiksregister in te vullen de week na het gebruik. Dus ik ga direct door met een voorbeeld. Op 20 april wordt 500 kilo mest geleverd, kunstmest. 3 dagen later gebruik ik daar een deel van. Wel, in theorie zouden kunnen zeggen, ja, het wordt 20 april geleverd, dus ik moet tegen 27 april die 500 kilo in een verhandelingsregister brengen. Maar de uitzondering is, kijk, binnen de week heb ik er al een deel van gebruikt of allemaal. En wel, dan moet ik mijn registratie binnen de week na het gebruik doen. Dus niet op 27, maar op 30 april. Stel, ik wacht een week, dan heb ik zo gezegd 2 weken tijd. Dus in dit geval 20 april aangeleverd, 23 april een deel gebruikt. De registratie zou dan moeten zijn, dat is dan 30 april voor de 500 kilo geleverd in het verhandelingsregister en 200 kilo in het gebruiksregister. Dat geeft een klein beetje meer speling dan die 7 dagen. Maar er is nog een uitzondering en die is wel wat groter. In die zin, ik moet meegeven, dus we moeten nu de kunstmest registreren, nu al, digitaal of op papier heb ik gezegd. En ik heb daarnet gezegd, binnen de 7e dag. Binnen de week of die uitzondering in functie van het gebruik. Maar in het uitvoeringsbesluit staat er eigenlijk vermeld, kijk, gezien dat dit jaar de eerste keer is dat die registratie nu op dat loket moet, gaan we een uitzondering voorzien. Met name staat er in de wetgeving dat in 2021 we een maand de tijd krijgen om na de aankoop of het gebruik die registratie te doen in het loket. Je zou dus kunnen zeggen, kan ik op eind februari alles een keer doen van februari. En alles in maart dat ik gekocht en gebruikt heb, ga ik eind maart doen. Allee, of zelfs nog wat meer tijd, heb je eigenlijk 30 dagen de tijd. Iets dat je gebruikt op 2 maart moet erin zitten tegen 2 april. Iets dat je gebruikt 30 maart moet er dan maar in zitten 30 april. Dat staat in de wetgeving. Maar het zou weer een uitzondering komt nooit alleen. Er staat hier wel een maar bij, namelijk die uitzondering dat we een maand tijd krijgen om het in het loket te brengen, gaat niet voor bedrijven die groenten telen. Althans groenten van groep 1 of 2. En ja, ik weet hier in West-Vlaanderen dat dat wel de helft van onze bedrijven is. Misschien we hebben allemaal wat groenten, kolen, bloemkolen, prei, noem maar op, worten. Ja. Dat de enige reden die ik hier kan meegeven is dat de groentepercelen die percelen zijn waar de nitraatresidu's dikwijls niet goed zijn. Er wordt daar toch wel vrij veel kunstmest op gebruikt. Dikwijls ook later in het seizoen, dicht bij de oogst enzovoort. Vandaar ook dat op die teelten die hier staan, sierteelt, boomkweek, groenten of aardbeien, dat daar ook die verplichte stikstofanalyses gelden. Wel dus voor landbouwers die soorten teelten hebben, dan geldt die uitzondering voor die 30e dag niet. En die geldt dan ook op bedrijfsniveau. Zou kunnen zeggen, ja, op mijn groentepercelen moet ik het binnen de week doen, maar op mijn gras heb ik dan wel een maand tijd. Ja, dat is niet waar, of het is niet zo. De uitzondering is niet op die manier. De uitzondering is wanneer je als bedrijf groenten hebt, al is het maar 1 hectare, dan moet je wel al uw registratie doen binnen de week, zowel voor de verhandeling als het gebruiksregister. Misschien een keer een voorbeeldje.
Stel, op 20 april dus kunstmest geleverd, 23 april gebruik ik dat de eerste keer. Hoe moet, of voor het loket dan, hè? Dus nu op papier en digitaal heb ik niet, maar als het straks verplicht wordt ook op het mestbankloket, wel, hoe moeten we dat dan doen in dit jaar? Voor bedrijven zonder teelten, zonder die sierteelt of de groenten, krijgen ze dus inderdaad tijd, ja, digitaal of op papier nu al bijhouden binnen de week. Na het eerste gebruik is 30 april, maar het zal maar tegen 23 mei in het loket moeten. Dus 1 maand dan na het feit 23 april naar 23 mei is 1 maand de tijd. Maar bedrijven die wel groenten hebben in volle grond, het gaat ook niet over een groeimedium dan, maar dus hebben we wel groenten of aardbeien in ons teeltrotatieplan, dan hebben we die uitzondering van 30 dagen niet en moet alles dan tegen 30 april in het mestbankloket. Uiteraard, ik herhaal, eerst zal de wetgeving definitief moeten gestemd zijn en in het staatsblad gekomen zijn. Dus op vandaag zou dat nu nog niet gelden, maar misschien tegen eind april dus wel. Oké, nog een paar slides rond dat kunstmestregister. Waar staan die registers? Dus ze staan al op het loket. Waar vinden we die? Dus die drie registers, enfin, twee voor de landbouwer, gebruiksregister, verhandelingsregister en het rapport heb ik gezegd. Dus je gaat naar het mestbankloket en dan heb je de rubriek kunstmestregister. Je ziet hier staan, verhandelingsregister, gebruiksregister en het rapport. Maar het rapport, dacht ik, is nu nog niet beschikbaar. Enfin, ik denk dat nog weinigen hebben ingegeven. De meesten wisten het nog niet. Ten tweede, we hebben nog niet zoveel bemest, denk ik, dit jaar. We zijn nog vroeg en de vorst enzovoort. Maar als je daarop klikt, dan kom je op die registers. Ik heb dat hier nu niet gedaan. Ik bedoel, ik heb hier geen print screen van, maar ik wil meegeven. Enfin, ik heb al gezegd, voor mensen die al met Snap zelf werken, zal dat volgens mij, moet dat haalbaar zijn. Los van het feit dat dat uiteraard bijkomt werk is en dat dat moet gebeuren. Dat moet op tijd gebeuren, ik begrijp dat. Maar ik denk, naar moeilijkheidsgraad zal ik zeggen dat dat nogal zou moeten meevallen. Zeker voor wie al met Snap wat kan werken. Maar dan nog, als je het kunstmestregister zou zoeken op de website van de mestbank, dus kunstmestregister, bij veelgestelde vragen, staat er hier specifieke info voor landbouwers. Staat er hier dan ook een rubriek. Hoe ziet het kunstmestregister eruit? Dus als je daar naartoe zou gaan. En als je daarop klikt, dan staat er ook wel een paar filmpjes op die tonen hoe dat werkt. Dus een soort handleiding, maar dan als filmpje van, zo gezegd, we vullen samen een kunstmestregister in. Oké, en dan kom ik nog, ja, hoe zit het dan met onze mestbankaangifte? Wel, dus we hebben allemaal nu de mestbankaangifte intussen ontvangen, die we moeten invullen. Uiteraard moeten we daar voor voorbije jaar nog invullen hoeveel kunstmest we gebruikt hebben, like ieder jaar. Hoeveel kunstmest heb je gebruikt binnen Vlaanderen? Maar nieuw is dat daar ook de opslag van kunstmest op 1-1 nu moet ingevuld worden. En vanaf volgend jaar dan zullen we de hoeveelheid kunstmest die we dit jaar in 2021 gebruikt hebben, niet meer zelf moeten invullen. Nu moeten we daar wel invullen. Hoeveel heb ik gebruikt in 2020? Dat gaan we dan volgend jaar niet meer moeten doen, omdat de mestbank het automatisch vooraf zal invullen vanuit het register dat we dit jaar moeten bijhouden. Oké, misschien gaat daar een fout in staan. De landbouwer kan dat dan een keer bekijken en zeggen, oh, dat klopt hier toch niet. Staat hier 10.000 kilo op, dat is lekker nulletje te veel. Ik zeg maar iets. Dan kan dat nog altijd met natuurlijk een motivatie dat er misschien een fout in zit. Maar belangrijk is ook dat dan weer de stok op 1.1.22 zal moeten aangegeven worden, waardoor dus de mestbank een balans kan maken van mijn kunstmest. Wat zat er in stok op 1 januari 21? Wat zat er in stok op 1 januari 22? Stel dat dat hetzelfde is, niks of 2 keer 1.000 kilo. Oké, dan zal al uw aankoop moeten terug te vinden zijn in uw gebruiksregister, want als die niet in stok zit, waar is hij dan wel naartoe? Tenzij dat gaat kunnen aanklikken dat die gebruikt is op gronden buiten Vlaanderen. Oké, dat was het toch een beetje in een sneltempo. Ik begrijp dat allemaal wel, maar het is toch ook niet de bedoeling om al te lang bezig te zijn. Dus Bram, over naar u voor een aantal vragen misschien. Ja, klopt, Dirk. Een eerste vrij praktische vraag, en die wel vaak zal voorkomen, denk ik. Hoe moet het eigenlijk gebeuren als de loonsproeier gaat eigenlijk de meststoffen gaan ophalen bij de handelaar? 3000 liter bijvoorbeeld, vloeibare stikstof, die gaat dat gaan sproeien bij boer X, Y en Z. Geeft dan op het einde van de dag door aan de handelaar van oké, bij boer X heb ik zoveel gesproeid, bij boer Y zoveel. En de handelaar factureert eigenlijk rechtstreeks aan de landbouwer. Dus dan is eigenlijk een beetje de vraag van, ja, hoe gaan we dat concreet doen? Want eigenlijk weet de landbouwer pas op het moment dat hij zijn factuur krijgt,
hoeveel dat hij effectief allee, de loonsbuur dan heeft toegediend. Ja, dat is juist. Dat is misschien een beetje moeilijk om dat hier nu zo voor het scherm uit te leggen. Maar misschien gaan we wel moeten komen naar nieuwe afspraken tussen de loonwerker of de handelaar en de boer. Allee, tegenover het verleden. Een vertrouwensrelatie en dan naar het einde van de week of wat weet ik veel, hoe dat de afspraken toen liepen. Misschien gaat dat wel een beetje moeten veranderen. Dus ik ga proberen uw vraag te herhalen. De loonwerker haalt kunstmest af om, om bij drie boeren te gebruiken. Ja, dan gaat hij eigenlijk al... de handelaar zal dan iets geleverd hebben. En in feite moet de handelaar dan ook binnen de week zijn verhandelingsregister invullen. En dan zal hij al moeten weten naar wie dat is. Dus de loonwerker zal al, enfin, je hebt gezegd, op het einde van de dag geeft hij al door aan de, aan de handelaar hoeveel hij waar opgebracht heeft. Dus in feite weet de handelaar het al. Dus kan hij eigenlijk al een verhandelingsregister maken. Ik ga er ook vanuit en dan zal het zo zijn. En dat zijn misschien de nieuwe afspraken. Dat de loonwerker niet alleen zal moeten zeggen 1000 kilo daar en 1000 kilo daar. Maar allez, daar, maar ook het adres zodanig dat de handelaar al in zijn register kan invullen zoveel kilo naar boer A. De rubrieken die moeten ingevuld worden. Want ook de handelaar zal binnen een bepaalde periode moeten invullen. Ik dacht, ja, als ik denk zelfs naar de toekomst, maar we gaan niet vooruitlopen. In feite staat er in de wet binnen de 2 dagen voor de handelaar, maar ik dacht dat er ook een uitzondering was van een week. Dit jaar, maar ik weet dat nu niet uit mijn hoofd voor de handelaars. Oké, we zijn hier dan met de landbouwer. Hoe moet de landbouwer het doen? En dat zijn misschien ook die vernieuwde afspraken. Ja, als de loonwerker dan ergens maar op het einde van de maand zou zijn factuur, of de handelaar zijn factuur maken, gaat hij ze nu wel wat sneller moeten maken. Of gaat de loonwerker de boer moeten informeren, kijk, ik heb vanmiddag bij u 1000 kilo opgebracht. Dus dat de landbouwer dat al weet. Maar, zoals gezegd, als het een niet-groenteboer is, wat het loket betreft, heeft de landbouwer wel 30 dagen de tijd nadat de loonwerker de mest heeft toegediend, om dat in te vullen. Dus er is daar wel nog een beetje speling. Gaat het om een boer met groenten, dan is daar eigenlijk maar 1 week. En zal dus de loonwerker moeten zorgen dat de landbouwer binnen de week weet hoeveel mest er juist is uitgereden of gesproeid geweest en van waar dat die mest kwam. Dus misschien gaat dat inderdaad een beetje tot nieuwere afspraken moeten komen die wat sneller moeten dan andere voorbije jaren om, ja, door de invoering van de kunstmestregisterplicht. Dus een beetje kijken naar welke datums en het misschien wat korter op de bal doorgeven. Je kunt niet meer wachten altijd tot het einde van de maand om dan een keer, ik heb 3 keer bij u geweest, ik factureer dat allemaal en dan pas ziet de boer hoeveel en wanneer en hoe. Dan klopt dat eigenlijk niet echt met de vraag om het register in te brengen, hetzij binnen de week, hetzij binnen de maand. Beetje veel uitleg misschien, maar ik hoop dat het toch duidelijk is. Je moet het in die optiek zien. Een keer kijken naar mijn slide, zou ik zeggen, hoe dat juist zit met die data. Maar dat kan perfect dat de loonwerker zorgt. Ja, ik zou zelf zeggen, als de boer volmacht geeft aan de loonwerker, kan de loonwerker op die percelen aangeven. Maar dat moet allemaal afgesproken worden. Misschien zegt de loonwerker, begin er niet aan. Ik heb 100 percelen op die manier op te volgen. Oké, het is een afspraak tussen landbouwer en loonwerker op dat moment. Oké, dankjewel. Nog een vraag die ook wel vaak terugkomt van oké, wat moet er nu allemaal in dat kunstmestregister? Bladvoeding, stel dat ik fertigatie ga gaan toepassen, bijvoorbeeld in de fruitteelt, aminozuren, ja, herbiciden, waar dat er enkele grammen stikstof in zitten. Hoe ver gaat het in feite? Dat is een beetje een vraag. Ja, hoe ver gaat het? Ik ga daar proberen op te antwoorden. Fertigatie of druppelbevoeding bijvoorbeeld in fruitteelt, dat staat natuurlijk niet allemaal in de wet. Enfin, bemesting moet binnen de 7 dagen of binnen de maand, ja, dat staat in de wet. En dan zijn inderdaad de vragen, al die kleine dingen of die speciale gevallen, hoe moet dat? Goed, we proberen daar een regeling aan te geven. Ik zou zeggen, wanneer het gaat om gewasbeschermingsmiddelen, die wat stikstof bevatten, omdat dat als, hoe noemt men dat, als vloeimiddel daarin zit, ja, die dingen tellen we niet mee. Dus wanneer het gaat om een gewasbeschermingsmiddel en het zit daar nu toevallig een klein beetje stikstof in of een fosfor als drager of we noemen het als vloeielement, dan moet je dat niet in het register doen. Anderzijds, wanneer ik sproei met pesticiden of herbiciden en ik meng daar met die en dacht, ja, ik ga er ook een beetje bladvoeding bij doen, ja, die liters die we dan bijvoegen, dat zijn wel echte meststoffen en die moeten we wel inbrengen in het register. Bij je druppelsysteem, specifiek dan vooral in de fruitteelt wat gekend, dus
Zelf ben ik daar nu niet 100% een kenner van, maar ik denk toch een beetje te weten waarover dat gaat. Dat men dus daar een ton heeft of een bak waar men dan de kunstmest inbrengt en oplost. En dan uiteindelijk de druppelbevloeiing aanschakelt. Dan is het de bedoeling, bij het moment zou ik zeggen van aanmaak van de vloeistof en de start van de druppelbevloeiing. Om dan eigenlijk te zeggen, kijk, dat is de startdag. En dan moet je binnen de 7 dagen of de maand uw register invullen. En dan loopt die druppelbevloeiing misschien wel een week of 10 dagen. Dan is die een bak leeg, weer daar beginnen of een week tussen, ik zeg maar iets. Dus dan zien we het zo om de bemesting op die manier te doen. Alle andere dingen nog rond, zoals gezegd, aminozuren of van die producten die gebruikt worden als biostimulantia, waar dan misschien ook een beetje stikstof in zit en die soort groeibevorderaars, dat moet ook niet geregistreerd. Dat is niet de bedoeling. Maar wanneer we echt bezig zijn met bemesting, ik denk dat de boer dat dan ook wel herkent, zij het dan die druppelbevoeding zijn met bladvoeding, we zijn echt aan het bemesten, dan moet dat wel geregistreerd worden. Maar dus die randzaken, ik dien daar een product toe en zet daar nu toevallig een beetje stikstof of een fosfor in als drager of vloeimiddel, dat is niet de bedoeling om dat mee te nemen. Ja, oké, dankjewel. Nog een kort vraagje. Like van vorig jaar, als je kunstmestregister op papier had bijgehouden, hoe lang moet je dat bewaren? Of hoe lang moet je dat bijhouden? Ja, dat is een goede vraag. Ik durf dat eigenlijk niet zeggen uit mijn hoofd. Ik zou hier eigenlijk gokken, omdat alle administratie van de mestbank, ook aangiftes enzovoort, 5 jaar moeten worden bijgehouden. Dus ik denk dat ook wel ergens in de wetgeving naar die registerplicht staat, dat de bedoeling is om 5 jaar bij te houden. Maar ik durf dat nu niet 100% uit mijn hoofd zeggen, excuseer. Ja. Uiteraard, een keer dat we met de registratie, met het loket, speelt dat allemaal geen rol niet meer. Straks, die zaken worden sowieso bewaard, net als de aangiftes van jaren ver, dan zit dat gewoon op je loket. Maar als je mij nu zo vraagt, durf ik dat niet uit mijn hoofd op antwoorden. Ik wil het wel nog meegeven, maar ik ga moeten zoeken waar dat precies in de wetgeving staat. Maar ik schat hierin, net als andere documenten, 5 jaar bijhouden van mestbankadministratie. Oké, maar geen enkel probleem. En dan is misschien nog een laatste vraagje. Is er een mogelijkheid om bijvoorbeeld een Excel-file of dergelijke of andere deeltregistratiesystemen te koppelen aan ja, het kunstmest of digitale kunstmestregister? Ja, dat is ook een goede vraag. Dat kan wel voorkomen, zeker bij veel bemestingen, alleen bepaalde teelten die regelmatige bemestingen of grotere bedrijven die veel oppervlaktes hebben. Is het mogelijk, of vanuit een ander boekhoudpakket waar men misschien zegt, ik doe het daar allemaal, want dat linkt dan met wat allemaal. Is er een mogelijkheid om dergelijke bestanden op te laden? Men geeft dat dan, denk ik, de CZV-bestanden, dus de comma changed values, dus waar dus die bestanden uiteraard dan softwarematig zo moeten geprogrammeerd worden, dat door gewoon te knippen en te plakken, dat dan overgaat in het bemestingsregister met alles die dan in Excel al zit, die tonnage, samenstelling, liters, kilo enzovoort. Ik heb daar nu, ja goed, ik had het misschien kunnen melden, maar dat is inderdaad mogelijk. Maar dan zou ik zeggen, die landbouwers of dikwijls de volmachthouders die dat dan doen voor veel klanten of de grotere firma's die met die bestanden werken of vanuit boekhoudpakketten, die contact. Er staat ook op onze website dan wel een handleiding hoe die Excel-file moet worden opgebouwd om te matchen om te kunnen overzetten. Zoals ik zei, dat zijn dan iedere keer waarden die digitaal gesplitst worden door een comma enzovoort, softwarematig. Dus moet dat wel met de juiste programmering zijn. Ja, daar heb ik nu niet over uitgeweid, maar je kunt daar dingen van vinden op onze website. Maar als je daar natuurlijk niet zelf een beetje in thuis zit, gaat je dat als landbouwer niet kunnen programmeren. Dat moet dan bij je boekhouder gebeuren of bij zo'n bepaalde pakketten die bestaan. Maar het is ook mogelijk, dat wel. Ik wil ook nog meegeven, want die vraag kwam maandag of dinsdag op een vergadering die ik ook gaf, van kan ik meer dan 1 perceel in 1 keer ingeven bij het gebruik. Dus bijvoorbeeld, ik ga hier een dag bemesten op 3, 4, 5 graslandpercelen. Het is allemaal hetzelfde. Ik krijg daar een paar duizend kilo stikstof of ammoniaknitraat uit. Kan dat? Ja, je kunt dan bij manier van spreken op het einde van de dag of als we weektijd dan op het einde van de week, kunt je dan in 1 keer al die percelen aanklikken waar je op bemest hebt en het systeem zal dan zelf de verdeling doen van de bemesting op ieder perceel in functie van de oppervlakte. Oké, ik denk dat dat inderdaad nog een nuttige toevoeging is en ik denk dat we nu kunnen doorgaan met de AGR-GPS-fobie. Ja. Oké, nog een beetje. We zijn intussen toch al 4 uur ziek, maar goed. We gaan verder met een AGR-GPS. Oké, AGR-GPS. Bij welke buurregeling is AGR-GPS app nodig?
Dus nieuw, eigenlijk sinds verleden jaar, nog net op het einde van het jaar, maar dan ja, waren we rap de winterstop, maar dus vanaf nu in MAP 6 is voor een aantal buurregelingen een GPS-app, AGR-GPS-app nodig. Welk vervoer? Wel voor vervoer van vloeibare dierlijke mest met een buurregeling. Dus ik zal het eerst zo zeggen, ik probeer het zo goed mogelijk uit te leggen als ik kan. Dus eerst moet ik kijken, ik wil een vervoer doen, kan ik dat met een buurregeling? Dus net zoals vroeger, wanneer vervoer niet kan met een buurregeling, omdat het lange afstand is, ja, dan kun je nu ook geen buurregeling doen. Zelfs als zegt je, ja, maar ik kan hier GPS gebruiken. Als het niet in de buurregeling is, dan kan het niet. Dus eerst moet ik kijken, kan mijn transport normaal gezien met een buurregeling? Indien ja, dan is de volgende vraag, moet ik nu AGR GPS hebben? En wel, die AGR GPS app zal nodig zijn als het gaat om een buurregeling van vloeibare dierlijke mest naar de percelen of alle percelen van een afnemer, van zodra die afnemer percelen geeft in type 2 of 3. Dus we hebben dat al beantwoord ook in de eerste vragenronde. Een afnemer heeft percelen in 2 of 3, al is het maar 1 perceeltje in 2 of 3 en al zijn ronden liggen voor de rest in 0 en 1, ja, dan zal vanaf nu mest aanvoer naar die afnemer, omdat hij 1 perceeltje heeft in 2 of 3, alle buurregeling dus met de AGR-GPS er moeten gebeuren, tenminste als het gaat om vloeibare dierlijke mest. Zelfs ook naar opslag van die afnemer. Bijvoorbeeld, we zijn nu winter, door de vorst enzovoort gaat de winter misschien net iets langer duren met een putstaf vol. Ik was toch van plan dan ergens in eind februari, maart mest te voeren naar boer Jeff, mijn buurman. Goed, ik kan nu niet en toch zit mijn put vol. Goed, ik kan misschien wel al mest voeren naar boer Jeff, naar zijn opslag. Heeft boer Jeff percelen in type 2 of 3 en ik had die mest naar zijn gronden willen voeren, dan had ik AGR-GPS moeten doen. Goed, ik voer het niet naar zijn gronden, maar tijdelijk naar zijn opslag. En Jeff zal die dan wel zelf uitrijden, misschien achteraf. Goed, ook naar zijn opslag zal ik moeten AGR-GPS gebruiken, want Jeff heeft gronden in type 2 of 3. Zo staat het in de wetgeving. Dus dat is een eerste vraag die je moet stellen. Heeft mijn buurman waar ik mest wil naartoe voeren, of ik als afnemer, heb ik gronden in 2 of 3? Dan moeten de buurregelingen van vroeger vanaf nu gebeuren met AGR-GPS. Maar nog een keer, dus het is voor vloeibare dierlijke mest, dus niet voor stalmest. Ook niet voor andere meststoffen, maar dan wel weer voor effluent uit dierlijke mest, want effluent is uiteraard ook een vloeibare dierlijke mest. En ter vervollediging, hier is dus geen vrijstelling op mogelijk. Dat is dus een maatregel die niet op zich gebiedsgericht alleen is, of toch wel vooral, oké, excuseer. Maar er is hier geen vrijstelling op mogelijk, dus dat is vanaf nu van toepassing en dat blijft van toepassing voor de rest van het jaar en ik zou zeggen ook volgend jaar. Uiteraard voor die buurregelingen waar het nodig is in functie van de afnemer. Goed, als dat zo is, dan zal ik mij een AGR-GPS-apparaat moeten aanschaffen. Bij buurring is het de bedoeling en is het wettelijk nodig dat het zij de aanbieder of de afnemer de mest doet. Dus we komen nog wel een keer tegen dat daar een loonwerker die zich niet laten herkennen heeft als mestvoerder, oké, maar wel loonwerk doet, ploegt, zaait, plant, oogst en die ook wel mest rijdt. In principe mag hij alleen mest rijden voor een aanbieder naar de gronden van die aanbieder. Maar aanbieder naar afnemer, mest in de buurregeling, moet door aanbieder of afnemer gebeuren. Goed, als we dus als die buurregeling met AGR-GPS zou moeten, gaan we een van de twee dus dat apparaat moeten aanschaffen. Hij moet dat doen bij een dienstverlener, dus de mestbank maakt of verkoopt geen apps. Dus er zijn een drietal instanties die nu zijn door de mestbank aanvaard als dat die een app kunnen leveren die werkt zoals het moet en die doet wat de wetgeving vraagt. De namen van die dienstverleners staan op de website van de mestbank. Voor ons is dat al gelijk welke dienstverlener een landbouwer kiest. Maar het is wel nodig om eerst een dienstverlener te kiezen of toch al te weten welke dat je kiest. Want vooraleer dat je die app kunt aanschaffen, moet je een AGR-nummer aanvragen bij de mestbank. Want die AGR-nummer zal dan gekoppeld zijn aan de later buurregeling, ook nummerplaattrekkers enzovoort. En bij het aanvragen van dat AGR-nummer moet je dus je dienstverlener ook al vermelden. Dus je gaat dan moeten zeggen, ik koop dat bij dienstverlener A of B. Als je die zaken hebt ingevuld, aantal toestellen, daarmee bedoelen we op hoeveel gsm's wil dat inschalen. Die van de man en de vrouw, de zoon ook nog, of zowel aanbieder als afnemer willen hem alle twee. Oké, ja, goed. Als landbouwer gaat je moeten zeggen voor jezelf het aantal toestellen, welke dienstverlener, nummerplaat, trekkers. Uiteraard kunnen die nog aanvullen als er achteraf een trekker bij komt. Dan krijg je onmiddellijk bij het invullen uw AGR-nummer van de mestbank en met dat AGR-nummer moet je dan weer naar uw dienstverlener. Waar kunt je dat aanvragen? Dus ik heb gezegd op het loket moet het aanvragen. Je gaat dus naar uw mestbankloket en dan in de rubriek aanvragen overzicht. Als je daarop klikt,
Daar staat een hele boel op, maar daar vragen we, dat is ook de rubriek waar we derogatie aanvragen, waar we de equivalente maatregelen kunnen aanvragen, waar we vangewassen overeenkomsten kunnen aangeven enzovoort. Er staat dus hier ook een rubriek aanvraag AGR-nummer voor AGS-hyperburering. En daar moeten dus die rubrieken ingeven die ik heb meegegeven, aantal gsm-toestellen, bij welke dienstverlener enzovoort. Je krijgt onmiddellijk je AGR-nummer en dan kunt je naar de dienstverlener gaan om je app te laten installeren. Op zich gaat dat allemaal vrij snel. Ik wil wel meegeven, als je denkt morgen te moeten rijden, dan is het wel een beetje heel laat als je vandaag nog moet starten met je app aan te vragen. Dat kan allemaal wel heel snel gaan. Ook onmiddellijk krijgt je AGR-nummer. Een dienstverlener die kan dat allemaal digitaal installeren van op je smartphone. Dus dat gaat op zich snel. Maar eind vorig jaar waren er nog maar een kleine 100-tal apps voor buurregelingen in circulatie, zal ik zeggen. Dat was ook niet veel niet meer nodig eind vorig jaar. Maar nu sinds nieuwjaar komen daar per week meer dan 100 landbouwers bij die de app installeren. Dus als we nu gaan denken dat we misschien binnen een dag of 10 massaal mest zouden gaan uitvoeren en heb nog geen app, wacht misschien niet tot de laatste dag, want als er misschien toch wel 500 boeren in één keer naar een dienstverlener stappen, ik hoop dat je dat begrijpt. Oké, die app, als die dan geïnstalleerd is, dan moet je die uiteraard ook gebruiken. Dat betekent voor die mensen die al een keer wat gevolgd hebben bij een erkend mestvoerder, maar die natuurlijk nog met zijn baks gewerkt aan de sensor, is het dan op de app, op de gsm voor de buurregeling. Daar moet je dan de app openen, de nummer buurring intypen, laadberichten geven. Tijdens het rijden gaat er dan automatisch tussenberichten, maar op de perceel zelf moet je losberichten geven. Enfin, ik ga daar niet meer te lang bij stilstaan. Er staat ook een filmpje op de website die in een vijftal minuten een keer heel eenvoudig een keer schetst van hoe dat eigenlijk in principe in zijn werk zit, die AGR GPS app. En er staat ook op hoe dat je het kunt mee werken als je bijvoorbeeld je tank lost op twee percelen. Dus dan geef je op het ene perceel een los en dan op het laatste perceel waar je naartoe rijdt een definitieve los. Dat wil ik nog meegeven. Oké, die slide hier staat heel veel op. Dat gaan we niet lezen. Ik wil hier gewoon de titel lezen. Omdat wat hier op die slide staat hetzelfde is als de mail die verstuurd is naar pakweg 10.000, 12.000 landbouwers die vorig jaar ook al buurregeling deden. En dus we hebben aan al die mensen een mailtje gestuurd waar we het mailadres van hadden met de boodschap van kijkboer vorig jaar dit. Geen buurregelingen. Pas op, misschien gaat je dit jaar wel moeten een AGR-app gebruiken als je aan die voorwaarden voldoet. Ik wil dat gewoon meegeven dat die mail verstuurd is geweest half januari. Als je op die mail had doorgeklikt of kunnen nog altijd doen, dan gaat je ook weer naar een beetje uitleg op onze website. En ook nog een aantal nieuwigheden op het mestbankloket rond het feit wanneer je een buurregeling aanmaakt. En dat zijn mijn laatste 3 of 4 slides, dacht ik. Dus ook nog een keer iets over het mestbankloket als ik een buurregeling wil aanmaken. De app is bij het uitrijden van de dierlijke, of bij het rijden, het transporteren van de buurregeling. Maar voordat we de app kunnen gebruiken, moet er nog altijd een burenregelingsovereenkomst gemaakt worden op het loket. En er zijn een aantal wijzigingen. Dus hoe gaat het naar de buurregeling op het loket? Weer via uw identificatie naar het mestbankloket in het algemeen. En hier dan bij de rubriek aan- en afvoer van mest staat dus aanmaakbuurregeling. Sommige buurregelingen moeten worden voorgemaakt en nagemaakt. Denk maar naar de mestverwerking. En klik je daarop, dan kom je in het loket. Ik ga daar nu niet naartoe, we gaan nu geen buurregeling aanmaken. Ik geef een aantal wijzigingen of nieuwigheden mee in de buurregeling die ook wel een stuk te maken hebben met twee zaken. Enerzijds door de invoer van die AGR-GPS-app en anderzijds ook vanaf nu wordt de buurregeling. De samenstelling van de mest die gaat uitgereden worden die op de buurregeling komt, de samenstelling van de mest zal gekoppeld worden aan gekende analyses. Voor mensen, voor bedrijven die dus voor een bepaalde mestsoort met een analyse werken. Werk je niet met analyses, maar met forfait. Uiteraard komt daar dan de forfait op. Maar goed, dus buurregeling kunnen maximaal voor 3 maanden gebruikt worden of aangemaakt worden. Dus vroeger kon men al een keer een buurregeling voor heel jaar, nu dat is het vorig jaar ook al anders, maar goed, dus maximaal 3 maanden. Maar wordt ook nu gekoppeld aan de beperkt aan datum tot de geldigheid van de analyse. Dus als je werkt met analyses, omdat je die keuze mest gemaakt hebt, analyse, en ze is maar 3 weken niet meer geldig en wil een buurregeling afsluiten, dan kun je maar een buurregeling voor 3 weken ver. Dan moet je een nieuwe analyse hebben, die dan 3 maanden geldig zal zijn, dan zal dan een nieuwe buurregeling nodig zijn.
Een bijkomend extra door de AGR-GPS dan, dat is dat we moeten aparte buurring maken per losplaats en per mestsoort. We konden vroeger al een keer naar boer Jeff zeggen dat we 100 ton varkensmest gingen voeren en op dezelfde buurring nog 100 ton rundermest. Nu gaan we moeten twee aparte buurringen maken. Dat heeft te maken met die koppeling aan dat AGR-GPS-app. Om dan goed te kunnen invullen, de link te maken met het soort buurregeling, losplaats enzovoort. Ik heb gezegd, dus het is op basis van de waarden van de mest die je zelf gekozen hebt, dus de keuzemest die nu in principe voor 15 februari moet hernieuwd worden op het mestbankloket, kiest je voor analyse of voor forfait, en enkel voor die mestsoorten die uiteraard geproduceerd en gekend zijn op uw exploitatie. Ik wil je toch een voorbeeldje geven, een rundveehouder die alles op mengmest zitten heeft, maar stel hij heeft toch een klein beetje stalmest om een of andere reden. Ja, als die stalmest nooit was aangegeven, omdat hij de moeite misschien niet vond, maar hij wil nu vandaag toch een buurregeling maken voor die stalmest. Ja, vanaf vandaag gaat dat dus niet meer kunnen door de koppeling aan alle databanken, want de mestbank, het systeem zal zeggen, ik ken geen stalmest bij u. Ja, dan gaat eerst moet u stalmest ergens aangeven, of gaat u stalmest misschien dan best op uw eigen gronden gebruiken. Ik wil dat hier even verduidelijken. Dus, analyses zullen automatisch doorstromen uit SMIL. SMIL staat voor staalname mest internetloket, zeg maar de staalname databank van de mestbank. Dus als daar waarden in zitten voor uw mest, dan zal die bij opmaak van de buurring onmiddellijk een koppeling maken. Is er geen gekende of niet meer geldige analyse, gaat daar in principe nul waarde zijn. Van zodra de analyseresultaten binnenkomen in dat SMIL-bestand, vloeien ze door naar de burenregeling. Tenzij bij buurregeling met verplichte voormelding bij vervoer, bijvoorbeeld dus naar de mestverwerking, daar zal de analyse van de mest enkel maar getoond worden op het moment van voormelden. Niet bij aanmaak. Dus ik ga 500 ton mest naar de verwerking voeren, daar zal dan niet echt de waarden verschijnen uit de SMIL, maar pas bij de voormelding, de keer dat je dan effectief een deel of die mest naar de verwerking rijdt. Hier staan die voorbeelden nog op van die analyse om een idee te hebben. Rijden van de landbouwer naar de verwerking, dan toont hij bij opmaak van de buurregeling geen inhoudswaarden, wel dus bij de voormelding. Rijden van de verwerking naar de landbouwer, dus effluent in dit geval, zal ook geen inhoudswaarde zijn, want ook effluent moet voorgemaakt worden. Haal de champostaf van de verwerker, gaat misschien wel meestal met forfait zijn, dan gaat daar de forfait in staan, tenzij het toch gekozen is van analyse. Vervoer tussen twee boeren, als het gaat om effluent die in mijn opslag zat, ook weer bij de opmaak van de buurregeling, als ik effluent naar mijn buurman voer, zullen de waarden pas bij de voormelding verplicht worden of moeten dan van toepassing, dan komen ze tevoorschijn, zal ik zeggen. En dan natuurlijk tussen twee boeren de andere mestsoorten, de mestcodes en de mestinhoud is dus, zoals ik zei, basis van de keuzemest die moet gebeuren voor half februari, het zij forfait, het zij analyse. Voilà, en hiermee eindig dan. Alleen nog, ik heb gezegd ook in het begin, het is goed dat je meer en meer leert werken met de mestbankloket of met de computer. Nog één ding dat ik wil meegeven, want er zijn ook hier nu al veel data gevallen. De mestbank toont op zijn website, dus niet op het loket, maar op de website van de mestbank, komt hij hier op zo'n scherm. Misschien moet je soms een keer scrollen naar beneden, want er staat soms meer op dan mijn printscreen nu. Maar er is ook zo'n rubriek overzicht van administratieve data. Als je daarop klikt, dan kom je hier op dit scherm en dan zitten hier links dus data staan tegen wanneer iets moet ingevuld worden. Bijvoorbeeld, mensen die derogatie willen aanvragen, moeten dat inderdaad doen op het loket tegen half februari. Hier, ik heb het net gezegd, ook in half februari, de uiterste datum voor al of niet de wijziging van de jaarlijkse keuze van de mestsamenstelling tussen mestanalyse of forfait. Neem hetzelfde als vorig jaar dat je voor een aantal mestsoorten op analyse werd en dat blijft zo, moet je niks doen. Werd op forfait en dat blijft op forfait, moet je ook niks doen. Het is maar als je wil. Want de mestbank zal uw keuze van vorig jaar automatisch overzetten. Maar komt er mestsoort bij op uw bedrijf waarvoor we nog geen keuze kennen of je verandert van keuze naar forfait of omgekeerd, moet je dat wel nu straks gaan doen, want men wil eigenlijk dat dat gebeurt voor het echte start van het uitrijdseizoen. Hier zie je bijvoorbeeld dat de mestbank aangifte binnen moet 31 maart. Oorspronkelijk was het 15 maart, maar door coronamaatregelen en waren ook adviseurs toch wel wat meer inspanningen moeten doen om mensen te ontvangen, om bezoek moet allemaal coronaproof zijn, dus het duurt allemaal wat langer, vraagt wat meer tijd. Is er dus een uitzondering voorzien dit jaar dat de aangifte pas eind maart moet binnen zijn. Oké, staan daar nog dingen op, maar de tijd is toch al een beetje gevorderd. Bram, terug naar u.
Ja, dankjewel Dirk. Rond de AGR-GPS hebben we ook wel wat vragen binnengekregen. Eén vraag die vaak terugkwam is van oké, waar kan ik die AGR-GPS aanschaffen en wat zijn eigenlijk de belangrijkste verschillen tussen de verschillende aanbieders? Ja, dus waar je hem kunt aanschaffen, heb ik gezegd, je kunt naar de website gaan, ook naar burenregeling. Je moet dan een beetje nog een keer iets intoetsen of een beetje scrollen op het scherm. Dus de namen van de dienstverlener, naam, adres, telefoonnummer, kunt je vinden. Er zijn er op vandaag 3 of maar 3, dus zo heel veel keuze is het niet. En dan is het eventueel als landbouwer een keer informeren bij alle 3 of kent al iemand anders die de app heeft. Want ja, de Mestbank heeft die dienstverleners aanvaard als zijn. Dus wij hebben ook die apps getest, dus oké, zij voldoen. Maar wij verkopen of maken er zelf geen en wij maken ook niet reclame voor één van die 3. Het is aan de boer een keer luisteren, want dat kost wel uiteraard iets. In die zin, voor zover ik het weet, kost dat niet echt om dat aan te schaffen, een app. Uiteraard, gratis is het ook niet in gebruik. Ik bedoel, ja, vele apps, als je wel weet wanneer dat een trein rijdt, kun je zeggen dat is gratis. Goed, de app is, voor zover ik het voor heb, ook bij de meeste dienstverleners gratis bij aanschaf. Maar er is wel dan een stuk te betalen bij gebruik van de app. En dat kunnen we met een abonnement doen. Dat gaat over 40, 50, 60 euro op jaarbasis. Dikwijls dan gekoppeld voor x aantal transporten. Of als je maar 2 of 3 transporten moet doen op een heel jaar. En je koopt je toch, of je schaft je toch een app aan. Dan kun je misschien zeggen, ik betaal per gebruik. Dan is het iets van 3, 4, 5, 6 euro. Ik durf dat niet zeggen. In die zin, er zijn een aantal verschillen tussen dienstverleners die niet altijd met die app op zich te maken hebben. Alle apps doen wat ze moeten doen, maar het is dikwijls de entourage, de layout, wat zie je meer bij iemand anders, hoe gemakkelijk kun je het exporteren, bijvoorbeeld naar uw computer of naar een bepaalde opslagbestand. Dus daar kunnen soms wel wat verschillen in zitten. De een heeft misschien ook wat meer, dus zegt kijk, bij mij is dat de prijs, maar je mag op zoveel gsm zetten als dat je wil. Dus dat moet je dan zelf een beetje zoeken. Op die manier werkt het eigenlijk. Het aanschaffen van de AGR-GPS-app. En ik herhaal, niet ieder landbouwer moet dat hebben. Als jij als aanbieder veel mest hebt en je hebt 5, 6, 10 klanten waar je buurrekening mee doet, kun je misschien inderdaad zeggen, ik zal wel zorgen voor de app, want ik rijd die mest altijd uit naar die 5 of 10 verschillende afnemers. En die afnemers moeten dan eigenlijk geen app hebben. In een aantal andere gevallen zijn het afnemers die veel mest afhalen en dat zelf doen. Ja, dan moeten zij misschien best de app aanschaffen voor zichzelf. Dat is een beetje uit te maken voor de landbouwer zelf. Oké, dankjewel. Nog een praktisch vraagje. Stel dat je de buurregeling eigenlijk dat je niet over de openbare weg moet rijden. Is dan ook de app verplicht? Ik zou eigenlijk zeggen, ook bij vervoerders heeft men dat dus wel ingevoerd. Als je met de AGR-GPS gebruikt, dan moet je hem ook gebruiken. Ja. Dus het gaat, dat wil ik nog meegeven. Het gaat wel over burenregeling. We krijgen ook soms de vraag, moet ik dat doen? Want een boer denkt ook, ik krijg ver naar mijn vuil of ik heb nog een tweede exploitatie van mijn grond enzovoort. Het gaat over burenregeling. Dus als het gaat over eigen mest, eigen grond, niet. Maar een keer dat je een AGR-GPS moet gebruiken, en dat is eigenlijk ook zo nu vanaf, of ja, ook al voor de erkend voerders, wanneer die dus de AGR-GPS app moeten aanleggen, dat het ook voor eigen mest, eigen grond is. Dat is voor vervoerders, voor buurregelingen, bij gebruik van AGR-GPS ook, wanneer je niet over de openbare weg moet. Ja. Het gaat eigenlijk dat de transporten, ja, het gaat allemaal over die waterkwaliteit en die gebieden type 2 en 3 vooral. Dan wil men die mest daar volgen. Oké, voor een afnemer die grond heeft type 3 en ook voor zijn 0 en 1. Ja, men wil steeds meer kunnen volgen waar gaat die mest eigenlijk naartoe. Oké, dank u wel. Misschien nog, dat zijn ook wel een aantal vragen die terugkomen. Nog een keer verduidelijken. Dus de AGR-GPS-app kan niet gebruikt worden als, in het kader van de Augustusregeling. Denk ik, dat wel. Nee, dat overlapt nu een beetje. Nee, daar zegt men het moet een erkend voerder zijn. Ja, Nee. Mensen, ik kreeg ook al de vraag, ja, nu dat we die AGR-GPS hebben, nu kan de mest ook gevolgd worden, net zoals bij de voerders. Op zich is dat juist. Het is een ander systeem, maar dat is door de evolutie van de techniek. 15 jaar geleden bestond de app niet toen het werd ingevoerd voor de erkend voerders. Maar ik wil zeggen dat er mensen zijn die vragen, ja, we kopen nu de AGR-GPS app aan. Waarom worden we dan beperkt tot de burenregeling? Je kunt ons even goed volgen als we nu van Brugge naar Kortrijk rijden. Dat is juist, maar vandaag is de wetgeving daar nog niet
niet aangepast. Het is ook zo dat dat een beetje gegroeid is. We hadden vroeger de buurregeling, had dat herkend voor. Dus dan hadden we vroeger destijds klasse A's en B's en C's. Dan heeft men daar enzovoort altijd maar een beetje aan veranderd. Maar de basis is hier en daar blijven staan. Dus het feit ook dat nog een buurregeling overeenkomst moet gemaakt worden, ondanks dat je dan met de app rijdt, zou kunnen zeggen dat is ook niet nodig bij vervoer over lange afstand. Ze rijden daar met de app of met de GPS. Die moeten ook niet eerst een overeenkomst maken dagen, weken van tevoren. Wel een voormelding, dat is juist. Maar bij die AGR-GPS-app van een buurring moeten we nog altijd een buurringsovereenkomst maken op voorhand. En is het nog altijd binnen de burenregeling dat het kan of mag alleen maar gereden worden. Dus niet op lange afstand. Maar in de buurgemeenten, eigen gemeenten of buurgemeenten. Ja. Ja, oké. Nog een tweetal vraagjes. Een vraag was ook nog, geldt die AGR-GPS-regeling ook voor de dikke fractie? Omdat enerzijds spreekt men inderdaad van vloeibaar dierlijke mest, maar de dikke fractie, als ik me niet vergis, valt onder het type 2-statuut. Ik denk dat daar waarschijnlijk een beetje de verwarring of de vraag over gaat. Ja, dus juist, maar kippenmest is ook type 2 als je het zo ziet. Dus type 2 of type 1 of type 3 voor mensen die dat kennen. Type 1, dat is inderdaad de staalmest en de traagwerkende. Type 3 zijn dan de snelwerkende, de kunstmest en dan ook de effluenten. Type 2 is de rest. En in type 2, dat is niet alleen mengmest of drijfmest. Dat is ook kippenmest en dikke fractie. Dus oké, de AGR-GPS-app moet niet gebruikt worden voor dikke fractie en ook niet voor staalmest. Maar ik zou het niet koppelen aan type 1 of type 2 of type 3. Het gaat over vloeibare dierlijke mest of niet vloeibaar. Dus effluent wel, want dat is een vloeibare dierlijke mest, dikke fractie niet. Oké, dat is duidelijk. En dan misschien nog een laatste vraagje. Wanneer dat je een buurregeling van 54 ton afsluit, je gaat dat met een Alton van 10 ton doen, dus dan heb je 5 volle vrachten en die laatste is eigenlijk maar een vracht van 4 ton. Ja. Zal dat kunnen ingegeven worden of hoe gaat men er eigenlijk mee? Nee, ik ben blij dat die vraag komt. Hopelijk zijn we nog een aantal luisteraars, want we zijn een beetje buiten tijd aan het gaan. Bedankt voor wie het tot nu toe heeft gevolgd. Maar het is inderdaad zo dat bij de aanschaf van de app, als je dan bij de mestbank moet dat niet ingeven, maar de dienstverlener zal dan ook vragen met welke mestkarren je rijdt, om dat te kunnen koppelen enzovoort. Maar daar werken we dus inderdaad met de tonnage van de kar of de ton. Dus we weten dat. Er moet geen namelding gebeuren van ja, het was 54 ton, maar ik heb maar 48 of 60 gevoerd. We gaan ervan uit dus dat er natuurlijk bij benadering dat kan gereden worden, maar in dit geval 54 ton voeren. Zou kunnen zeggen, ja, maar als ik 5 keer rijd en ik stop, ja, klopt er dan iets niet? Of als ik 6 keer rijd, gaat er dan geen blokkeren, want ik had maar een buurring voor 54 ton. Gaat mijn zesde vracht dan niet blokkeren? Mijn app zal zeggen, ja, je rijdt te veel. Nee, zo is het dus niet. Het is eigenlijk net als vroeger in een buurregeling. Het was buurregeling voor 54 ton. En we gaan ervan uit dat dat dan ook zo dicht mogelijk wordt benaderd. Is dat dan met een volle ton of een beetje minder volle ton? Of zelfs omgekeerd. Het is een vat van 10 ton. Ik kan me voorstellen dat dat nooit helemaal vol zit. Het is misschien altijd maar rond de 90% in functie van soort mest enzovoort. Dus dat verandert niet zoals het vroeger was. Je rijdt de buurregeling met het aantal keren dat je over en weer moet rijden dan nodig is en dat zo goed mogelijk benadert. Dus wij gaan daar ook wat mee rekening houden. Wij gaan dan niet zeggen, volgens de app heb je 6 keer gereden, dus je hebt 60 ton gevoerd, 6 keer 10 ton, en mocht maar 54. Ja, dat is het eigenlijk niet, dat begrijpen wij wel. We zouden wel kunnen vanuitgaan dat de laatste vracht dan maar een halve tank was, uiteraard. Maar dat is nu ook al zo. Zonder de AGR-GPS-app controleren wij ook niet of dat daar een halve vracht was of niet op het laatste. Dus dat verandert niet. Het zijn de tonnages die tellen van de tank. En het is dan, dat is niet echt gekoppeld aan die AGR-GPS-app om daarop te controleren of af te blokken. Dat je zegt, verdomme, de app zegt, ja, het al genoeg gevoerd, je moet stoppen. Dat is niet die koppeling daar. Dus dat weten we ook bij de verrekening van de gegevens of bij een controle zal men daarmee rekening houden dat de app dus werkt met de inhoud van de ton van het vat. Ja, zo is het. Oké, Dirk, dat was duidelijk. Ik denk dat we hier toch min of meer kunnen en mogen afsluiten. We zijn inderdaad wel een beetje buiten de tijd gegaan, maar er zijn nog redelijk wat mensen aanwezig. Dus ik denk en ik hoop dat het toch wel nuttig en relevant was. Ik wil in eerste instantie natuurlijk Dirk bedanken voor de uitleg die hij gebracht heeft. Ik denk dat dat
binnen de tijdspannen zo goed en zo kwaad mogelijk gebeurd is. Ik wil natuurlijk ook de mensen die meegevolgd hebben bedanken. En dat wil ik ook nog meegeven dat we natuurlijk als Inagro zijnde altijd wel paraat staan om jullie te helpen en te ondersteunen met jullie vragen. En dat jullie ook ons bedrijfsadvies bemesting kunnen aanbieden. Mochten er problemen zijn waar je ook kan meegebruiken. Dus alvast bedankt iedereen om deel te nemen. En tot de volgende keer. De slides en de presentatie worden binnenkort naar jullie toegezonden via een mail. Dus die kan je zeker nog raadplegen. Oké, alvast bedankt aan iedereen en tot later.